Goedenavond allemaal. Welkom op onze laatste webinar binnen onze reeks winterstudievergaderingen Goedergewassen. Deze worden georganiseerd door het departement Landbouw en Visserij in samenwerking met LCV en lokale partners. Ik ben Marleen Delannoy, werkzaam bij het departement Landbouw en Visserij als sectoradviseur Voedergewassen en zal jullie gidsen doorheen de online vorming. Na 2 jaar corona kunnen we weer wat meer. Daarom hebben we met LCV ervoor gekozen om opnieuw fysieke vergaderingen te doen. Maar daar we toch merken dat de webinars de afgelopen jaren groot succes waren en er toch ook voordelen zijn aan webinars, denk maar aan de besparing qua verplaatsingstijd, hebben we ook een aantal webinars voorzien in deze reeks van winterstudievergaderingen. We kozen voor een reeks vaak iets kortere webinars en vandaag brengen we dus een webinar rond onkruidbestrijding met maïs. Goed, goedenavond iedereen. Mijn naam is Joost Latree. Ik ben werkzaam aan Hogeschool Gent. En voor een groot deel van mijn opdracht werk ik ook op de proefhoeve Bottelaar Hogent UGent. Dus co-beheer met de Universiteit Gent. En al vele jaren ook werkzaam rond onkruidbestrijding in maïs. Naast alle andere zaken rond voedergewassen en akkerbouwwassen. Dus toegepast onderzoek en dienstverlening. En ik geef ook les aan professionele bachelors agro- en biotechnologie. We gaan het hebben over het algemene kader. Je hebt daarnet van Shana een zeer goede uitleg gekregen over de beheersing van knolcyperus en de actuele problematiek daar rond met een aantal heel interessante richtlijnen. Wij gaan even... momentje, mijn presentatie beweegt hier niet, even niet, om een of andere bizarre reden. Ja, dat nu wel. Oké. Dus we starten met even de situering. Binnen het Landbouwcentrum Voedergewassen, ja, ik wil het toch nog even meegeven, is het een presentatie ook met Gert van de Ven van het Landbouwcentrum Voedergewassen, Shana Klerks van PVL Bocholt. Dus wij actualiseren elk jaar die presentatie en dat is eigenlijk ook het resultaat van de werkgroep Onkruidbestrijding Maïs, waar ook nog andere instellingen in participeren. Wat levert een geslaagde onkruidbestrijding op? Dat is belangrijk dat we dat toch eventjes nog weer aanhalen. Dus stel dat je geen onkruidbestrijding doet, dan kost u dat minstens 27% opbrengst. Dat is gebleken uit verschillende proeven die in het verleden daar nog zijn rond uitgevoerd. En dan zwijgen we nog maar over de zaadvoorraad die je daarmee ook sterk gaat aanvullen en eventueel de knolvoorraad. Dus is absoluut niet wenselijk. Dus we moeten er allemaal goed van doordrongen zijn dat we daar echt zeer hard moeten aan werken en op een correcte wijze dat moeten aanpakken om inderdaad die opbrengstreductie en die zaadopbouw van de voorraad te vermijden. Goed, onkruidbestrijding maïs is eigenlijk sterk geëvolueerd. En als we dat vergelijken met een 25-tal jaar geleden, 1998, ja, daar werkten we nog met atrazine en werd bijna op al gans het maïsareaal in Vlaanderen nog atrazine toegepast. Dit is voltooid verleden tijd, dus dat weten we. We spraken toen nog echt van onkruidbestrijding. Nu 2023 is een andere context ondertussen. We zitten met het verhaal van onkruidbeheersing. Dat is duidelijk een andere manier van aanpak. Dat past binnen IPM, Integrated Pest Management, waarbij dat we ook veel meer moeten inzetten op voorkomen. Dus we zitten met toch wel een verschuiving ook in de onkruidflora. We hebben moeilijker grasonkruiden. Vooral in de kempen is dat een zware problematiek aan het worden. Het is het al. En we hebben ook uiteraard, we hebben net al gehoord, de knolcyperus, maar we zitten ook met datura. Haagwindenproblematiek is ook al een gekend verhaal in sommige gebieden. Dus goed, het brengt ook met zich mee dat we naar eigenlijk complexere schema's gaan. Omdat we ook natuurlijk trachten te werken zonder terbutilazin, laten we daarover meer. Het vereist ook echt meer maat. Werken. Dus op perceelsniveau kun je moeilijk de schema's overal gaan toepassen. Je moet die echt gaan aanpassen aan de situatie. De middelen staan ook onder druk en dat is een heel belangrijk punt. Dus
Straks ook gaan we daar nog over hebben dat we moeten alles eraan doen om de middelen op een correcte manier in te zetten, zodanig om te vermijden dat ja, de middelen uiteindelijk niet meer de erkenning gaan verliezen. Hè. Dus bufferstroken tot 20 meter, hè, dus dat is ook toch een nieuw gegeven, bij wijze van spreken, ten opzichte van 25 jaar geleden. Dus, en terecht, hè, dus dat er daar toch meer aandacht voor is en sensibilisering. Dus die driftreducerende doppen passen ook in dat verhaal. Hè? En uiteraard heeft precisielandbouw ook zijn inrede gedaan, door iedereen bekend. Hè? Een belangrijk gegeven is ook het verhaal van de terbutilazine. Hè? Dus daarnet sprak ik van atrazine, nu dat is voltooid verleden tijd. Wat we uit die groep van herbiciden nog altijd hebben, is de terbutilazine. Dat is een beetje van dezelfde familie, maar is iets minder persistent. Het is nog altijd erkend, het kan toegepast worden in Europa, maar we weten al sinds 2016 dat er daar toch wel ook sterke beperkingen op zijn gekomen. Hè. Dus in 2016 was de eerste stap dat men zette, kijk, voilà, als je dat middel wil toepassen, en we spreken dan van een middel op, zoals Aspecté, Calaris, Gardogol, dat zijn telkens middelen waarin de terbutilazine ook zit opgenomen naast andere moleculen. Hè. Dus enkelvoudig kun je dat niet spuiten, dat zit altijd in een combinatie. Maar dus als je die middel, zoals je vermeld, wil toepassen, dan moet je dus een begroeide bufferstrook, ze moet werkelijk begroeid zijn. Het is niet in de zin van dat te zaaien in het voorjaar, nee, dat moet een begroeide bufferstrook zijn van 20 meter. Je mag, en recent, sinds vorig jaar, zijn er ook nog een paar richtlijnen bijgekomen, namelijk dat je maar om de 3 jaar eigenlijk nog terbutilazine kunt gaan toepassen op hetzelfde perceel. En dat je ook maximaal de dosis van 750 gram moet respecteren. En er is ook een aangepaste wachttijd. Hè? Dus als je het toegepast hebt, moet en je gaat na de maïs bijvoorbeeld bieten of aardappelgranen telen. Hè? Dus, en dan moet je toch zeker 120 dagen wachttermijn respecteren voordat je die andere teelt met verbouwen. En bij andere gewassen, dus buiten wat er hier allemaal vermeld staat, is dat niet minder dan 12 maanden. Dus zie je, dat zijn toch wel beperkingen waar je in een teeltrotatie moet mee rekening houden. Maar we zijn wel geïnteresseerd hoe het zit met het gebruik van terbutalazine en vandaar dat we daar graag ook een poll over lanceren. Ik weet niet of dat dit nu eventjes kan in beeld komen, de poll. Ja, momentje, want ik heb even mijn pols gesloten. Ik ga hem op het andere scherm zetten. Dus de vraag is, gebruikt u nog producten met terbutilazine? Bijvoorbeeld Aspecté, Gardogold, Calaris. En het antwoord is eigenlijk heel simpel, ja of nee. Oké. Okay. De reacties komen volop binnen. Misschien komen kan ik volop binnen en ik zie al direct dat wel heel veel mensen het niet meer gebruiken. Dat is toch al een eerste indicatie. Ja. Ja. Maar we kunnen nog een keer opnemen, moest dat sterk veranderen. Ja. Goed, ik ga ondertussen inderdaad verder met de presentatie. Oké, dus we in dat verhaal van onkruidbeheersing gaan we dat uiteraard gaan doen volgens IPM. Volgens Integrated Pest Management. Hè. En daar, die techniek heeft eigenlijk 8 basisprincipes die ik graag met u toch nog een keer even doorneem. Eigenlijk begint het verhaal met de preventie. Het is heel belangrijk dat we er eigenlijk alles op alles zetten om de onkruiddruk zo laag mogelijk te houden. Hè. Vervolgens, als we dit gedaan hebben, hè, dus om de onkruidbestrijding goed in te passen, is het belangrijk dat we gaan kijken op ons veld. Kijken welke onkruiden staan er. Hè. Dus en wat is de druk? Hè. En in functie daarvan nemen we dan inderdaad besluiten. Hè. Dus meestal hebben we toch ook wel een zicht op vanuit de vorige jaren, hè, wat de druk is. Dus, want ja, soms begint het verhaal al voor opkomst, dat hebben we daarnet ook gehoord. Maar in ieder geval, op basis van die druk, ga je dan ook besluiten nemen hoe je het gaat aanpakken. Dan is dat eigenlijk normaal gezien de eerste stap dat je doet, dat je eigenlijk gaat kiezen voor niet-chemische methode. Dat is eigenlijk normaal de theorie van IPM. Dus oké, in het kader van maïs-onkruidbestrijding is dat niet altijd zo simpel om dus die niet-chemische methodes toe te passen. We gaan er straks dieper op ingaan. Het is, meestal gaan de niet-chemische methoden eigenlijk wel deel uitmaken van een volledig concept. Ofwel gaan we volledig mechanisch, ofwel gaan we chemisch. Hè. Maar in ieder geval komt het erop neer
van de middelen heel doelgericht in te zetten. Of dat dan nu mechanische systemen zijn of chemie. We moeten zeer doelgericht gaan werken. Dus daarover later meer. We moeten ook ervoor zorgen dat we correct doseren. En niet overdrijven in de dosering en ook niet te laag doseren. Hè, om resistentie te vermijden. En in die context hè, is het ook zeer belangrijk om de middelen voldoende af te wisselen. Hè. Dus niet altijd op hetzelfde veld in dezelfde omstandigheid met exact dezelfde combinaties en actieve stoffen gaan werken. Hè. Dus dat is niet relevant. Hè. Oké, okay. Dus en uiteindelijk, finaal, sluit de cirkel zich hè, en komen we eigenlijk bij het punt dat we ons moeten gaan nagaan van wat is het resultaat op mijn veld? Hè? Hoe ziet dat eruit? Hè? En kan ik daaruit leren? Hè? Dus om ook naar de toekomst toe mijn onkruidbestrijding nog beter en efficiënter te organiseren. Dat zijn eigenlijk die basisprincipes. En we gaan onmiddellijk van start met... Voilà, dus ik heb hier in de verkeerde richting met de eerste stap van onze IPM. Dat is die teeltechniek, die preventie. En dat is preventie is eigenlijk, kunnen we bijna synoniem stellen met een aantal principes van teeltechniek die we moeten trachten goed toe te passen. En een eerste is daar het verhaal van voorkomen is beter dan genezen. Hè? Dus een belangrijke boodschap die iedereen goed begrijpt. En die eigenlijk opgebouwd is uit een aantal elementen. We gaan het hebben over vruchtwisseling. We gaan het hebben over de concurrentie van gewassen. Dus dat is eigenlijk ja, meer het concurrerend vermogen van een gewas versus het onkruid. Dus sommige gewassen slagen daar veel beter in dan andere. Hè. Dus bieten bijvoorbeeld, hè, gaat dat zeer traag opstarten die groei en is die onkruiddruk heel hoog. Andere gewassen groeien dan zeer snel. Denk bijvoorbeeld aan hennep. Hè. Als je dat ooit als die groeien hebt, dan moet je zelfs geen onkruidbestrijding doen. Hè. Dus daar gaan we niet verder op ingaan. En tussen de maïsvariëteiten is daar ook niet zoveel verschil. Het speelt hem eigenlijk meer vooral dan als we maïs zeer vroeg zaaien, gaan we dikwijls toch het resultaat hebben dat die maïs wel zeer traag start, omdat het koud is soms nog in sommige jaren en dat het onkruid natuurlijk meer kracht krijgt. Hè. Hygiëne, akkerrandenbeheer is ook een opgave die we moeten doen en vandaag de dag doen we dat eigenlijk mechanisch. Hè. Want uiteindelijk in die laatste meters van de akker moeten we toch ook een aantal richtlijnen naar bufferzones enzovoort respecteren. Maar in ieder geval ook toch vermijden dat we natuurlijk een instroom krijgen. Dus we gaan dat zeker niet doen door die randen met een pak Roundup te gaan behandelen. We weten allemaal dat dat ook niet vast is voor het in stand houden van de boorden, van denk maar aan grachten die begroeid zijn. Dat is heel belangrijk dat die begroeid blijven enzovoort, om inderdaad erosie enzovoort te vermijden. Dus maar daar moeten we niet te ver op ingaan. We gaan het ook hebben over bodembewerking, dus vruchtwisseling en bodembewerking gaan we een keer dieper uitwerken. We beginnen met vruchtwisseling. En vruchtwisseling was eigenlijk het voorwerp van een enquête die ooit nog gehouden is begin de jaren 90. Ik herinner mij nog levendig toen we een keer gaan polsen zijn bij de verschillende landbouwscholen. Kregen de leerlingen de enquête mee naar huis en moesten ze een keer aangeven welke onkruiden dat ze hadden op hun bedrijf en de maïsteelt. Hè. En u ziet hier, we gaan dat niet in detail bekijken, maar je hebt hier zo'n spectrum aan onkruiden staan in een vruchtwisselingsverhaal hier bovenaan. Hè. En je hebt een spectrum aan van onkruiden in een monocultuurverhaal hè, hier onderaan. Wat valt er onmiddellijk op? In het bovenste veld zie je veel meer balkjes die uitgesproken zijn, die zichtbaar zijn, maar er is er ook geen één die echt heel zwaar op de voorgrond komt. Hè. Dus je hebt een grote variëteit aan onkruiden. Hè. Dus en je hebt eigenlijk dus ook niet echt de probleem onkruiden. Dat valt op. Hè. Dus in een context van monocultuur ga je eigenlijk meestal zo een soort verschuiving hebben naar heel specifieke flora en meestal zijn dat dan ook die flora die wat moeilijker te beheersen zijn en dat accumuleert alleen maar. Hè. Dus, en we denken dan aan, hè, dus hier in die jaren was dat nog vrij onschuldig. We hadden dan meer hanenpoot, we hadden dan duidelijk meer melhanzenvoet.
Hey, we hadden zwaluwtong ook in beperkte mate. We kregen natuurlijk ook haagwinden. He, dus haagwinden begon ook door te komen enzovoort. Dus dat wees al in de richting van meer problemen met sommige onkruiden. He. Dus voilà, dus dat geeft aan, je krijgt een verschuiving. He. Dus ik geef ook even mee, in de tijd, enkele jaren geleden hadden we nog, was er in Nieuwenhoven op een landbouwbedrijf, was er daar een landbouwbedrijf dat eigenlijk meewerkte met de Vlaamse overheid, hè, dus als demobedrijf. En ik herinner me dat we daar enkele jaren samengewerkt hebben. En toen we legden daar onkruidbestrijdingsproeven aan van maïs. En eigenlijk kon ik daar bijna niets gaan doen, met andere woorden. Dat was een bedrijf met al die akkers zaten in een heel ruime rotatie. En de onkruiddruk was dermate laag dat eigenlijk, ja, de verschillen dat je zag tussen de schema's. Dat je daar eigenlijk niet veel kon gaan doen. He, maar dat is eigenlijk een aangename situatie, dat de druk laag is. En dat wil ook zeggen dat je goedkopere, simpeler schema's hebt, dat je minder moet behandelen. En dat is alleen maar een voordeel. He. Goed, dat belang van die vruchtwisseling komt ook sterk naar voren in de volgende dia, hè, waar dat ik heel goed ziet het verschil tussen de situatie in Reti op een zandgrond in de Kempen, hè, ten opzichte van een leemgrond in Tongeren en een zeer ruime vruchtwisseling. Hè. Je ziet dat in Tongeren, je ziet daar de onkruiden, heet een grote groep onkruiden, maar een heel kleine aantallen komen voor. Hè. Met juist zwarte nachtschade, 3 plantjes per vierkante meter, bijna afgerond. Hè. Maar een zeer lage druk en een ruime rotatie. Je ziet dat hier maïs, suikerbieten, winterherst, wintertarwe, chicorij, wintertarwe, boon, suikerbieten, wintertarwe. Je ziet dat is een ruime rotatie. En als je bij elke teelt goed aandacht schenkt aan onkruidbestrijding, ja, dan is dat eigenlijk ook zo die teeltafwisseling. Het feit dat je hier een zomergewas afwisselt met een wintergewas, je krijgt andere onkruiden, je krijgt minder druk, je krijgt verschuiving en dus heb je minder problemen. Daarentegen in Reti zie je hier een situatie waar vandaag heel wat percelen in die regio voor staan. Dus na een context van vele jaren, het is een jaar of 8 maïs, kwam men hier al aan een situatie, dus in 2019, van ongeveer 530 planten gladvingergras. Dat is echt niet om mee te lachen. Hè. Dat is dus een heel hoge druk van gierstgrassen die we hier hebben. Hè. Dus, en dit vraagt natuurlijk extra aandacht en doorgaans ook extra kosten. Hè. Dus dat is een feit. Hè. Dus we komen daar nog op terug. De Hooibeekhoeve heeft ook een interessante proef aanleggen, hè, dus een vruchtwisselingsproef. En daar is het interessant om een keer het jaar 2017 met 2020 te vergelijken. Je ziet hier verschillende rotaties die met elkaar vergeleken worden. En dus de bovenste rotatie is maïs achter maïs achter maïs achter maïs. Dat is een monocultuurverhaal. En in die andere rotaties, kort samengevat, hebben we eigenlijk de rotatie van kuilmaïs. Hè, dus hebben we eigenlijk het verhaal wat opengebroken. Hè, met ofwel grasklaver, hebben we een keer triticale, gevolgd door grasklaver. En dan terug maïs. Hè, of hebben we meer, zat er ook dus een keer een snede gras is met sorghum enzovoort. Allee, een meer ruime rotatie. En wat gaf dat nu al aan effect op de onkruidflora? Als we die 2 jaar nu een keer met elkaar vergelijken, dan kwam dat eigenlijk duidelijk naar voren. Dus in 2017 is hier de linkerbalkjes. Dus zie je heel duidelijk die eerste rotatie hier, de monocultuur maïs, dat de druk van de grassen dus zeer hoog blijft. Dus ze was al hoog in begin in 2017, maar ze blijft hoog in de rechter. Twee balkjes zijn respectievelijk voor dicotillen en grassen het aantal onkruiden per vierkante meter. En dan zie je dus dat er zelfs nog een stijging is van dat gladvingergras. De grassen zijn hier allemaal samengenomen, maar dat was uiteraard ook het verhaal van voornamelijk gierstgrassen, meer bepaald gladvingergras. En die andere rotaties zie je heel duidelijk dat eigenlijk door een keer die rotatie open te breken, hè, dus ruimer te gaan telen, hè, dus dat we eigenlijk bijna een halvering hebben van onkruiden. Dus het is, je moet daarin positief denken, hè, dus zit je met die hoge druk van die vingerrassen op je bedrijf. Gewoon eventjes de rotatie
verruimen, een paar jaar een keer iets anders telen en dat brengt al een pak oplossing eigenlijk in. Dat is in feite de boodschap hier. Belangrijk ook dat je hier, daar willen we nog meer geven, dat het werken aan teeltrotatie ook iets oplevert. Hè. Dus we hebben daar ook op de site van het Landbouwcentrum Voedergewassen, ga je daar de rotatiefiches zien, of scenariofiches, of exacte naam niet. Vruchtwisselingsscenario's, ja, dat was het woord waar ik naar op zoek was, kan je vinden onder de publicaties. En daar heb je eigenlijk, die zijn ook recent nog een keer geactualiseerd geweest. En dus kan je daar die voorbeelden van goede rotaties een keer gaan nalezen, bekijken. Dit is hier een voorbeeld van echt een goede rotatie die wij zien op een rundveebedrijf. Dus bijvoorbeeld 3 jaar grasklaver, dus tijdelijk grasland, maar dan wel degelijk grasklaver onder een voorbeeld. Hè. Dus we denken hier aan maaiuitbating, maar het kan eventueel gemengde uitbating zijn. En dus na 3 jaar ga je dat scheuren en zaai je voeder bieden. Hè. Je kunt op die manier een nitraatresidu vermijden en dus de voederbieten kunnen eigenlijk perfect die stikstof gaan benutten die grasklaver vrijlaat. En dus na dat jaar voederbieten kan je dan terug 2 jaar maïs telen. Hey, dus een keer met Italiaans raaiers uiteraard, gras maïs en dan nog een keer maïs en achter dat in jaar 6 kom je dan, na die maïs kan je dan eigenlijk triticale gaan zaaien. En achter de triticale kan je dan eigenlijk dus de grasklaveren in de zomer, op het einde van de zomer, in de stoppel grasklaver zijn. En die grasklaver, laten we zeggen, die begint dan terug. En zo hebben we een rotatie van 7 jaar. En voilà, dat is een systeem waarbij dat we daar onkruiddruk uiteindelijk veel minder druk gaan ervaren. En eigenlijk, als we dat dan een keer gaan doorrekenen naar opbrengst. In droogstofopbrengst, maar vooral in kilovem equivalent opbrengst, dus in voederwaarde opbrengst een keer gaan uitcijferen, dan valt het op dat die rotatie, dus een van de hoogste, ja, dus toch kilovem equivalent opbrengsten oplevert, hè? En dat uiteindelijk de kostprijs per kilovem equivalent eigenlijk, dus per voederwaarde eenheid, lager is, een stuk lager dan deze in de monocultuurverhaal. Hè. Bijkomend komt er ook naar voren, en dat is door de bodemkundige dienst een keer doorgecijferd, met C-Slim, hè, dus toch wel een keer op wijzen. C-Slim, een heel interessante applicatie die je op de site van Bodemkundendienst, als je bodemanalyse laat doen, dan kan je dus met uw resultaten van uw analyse verder dat een keer met C-Slim gaan simuleren hoe dat zit met uw koolstofpercentage. Zit dat in de streefzone? Hè, hoe evolueert dat met de vruchtwisseling die jij toepast? Hè. En hier zie je dat in dit scenario, dat dus duidelijk de groene lijn hier, he, dus toch wel een stijging is van dat koolstofpercentage. En kom je echt na enkele jaren al, ga je stijgen en kom je in die streefzone terecht. Dus, en dat is toch wel het streefdoel. En dat levert ook centen op. He, dus met ook een buffering van de opbrengst van de maïs. He, toch ook op wijzen dat ook in droge jaren, met een hoger organische stofgehalte is bewezen, dat je dan ook minder impact gaat hebben van de droogte. He. Maar dat goed, we kunnen daar niet te lang over uitweiden. We zijn hier bezig over onkruidbestrijding maïs. En dan, in het verhaal van preventie, hebben we hier ook nog het verhaal van groenbedekkers. Dat zal iedereen goed begrijpen. Als je natuurlijk die akker, die stoppel zo onbewerkt laat, hè, dan gaat er onkruid groeien in de winter. Hè. Dus terwijl als er dan een groenbedekker staat, heb je meer onkruidonderdrukker. En dat bleek ook uit proeven hier in Heppen. Hè. Dus een daling van die onkruiddruk. Alleen al maar door die akker bedekt te houden gedurende de winter. Natuurlijk, die groenbedekker is altijd toch wel eventjes opletten wat je doet. In het voorjaar moet je die natuurlijk wel goed vernietigen. Hè. Dus dat kan door eigenlijk de goede techniek van dat goed onder te werken, onder te ploegen. Je hebt hier staan die technieken een keer aangegeven. Ploegen, spetten,
Niet-kerend bodembewerking diep en niet-kerend bodembewerking ondiep. Hè. Dus, en dan zie je natuurlijk, hè, zoals op de foto links, als je natuurlijk in een context komt, dat dat Italiaans kan herpakken, herschieten, hè, dat dat niet genoeg bestreden is of niet goed ondergewerkt is, dan zie je hier het verhaal. Hè. En dan krijg je natuurlijk een moeilijke situatie, krijg je ook concurrentie van dat gras op je mais. En dan... uw bestrijding zal er ook niet gemakkelijker op worden. En je ziet hier in een proefresultaat van Casterlee en Bottelaren dat dus in die twee scenario's van dus de niet-kerende bodembewerking ondiep en diep, dat daar een serieuze druk zat op die opbrengst. De opbrengst was ongeveer meer of 10% lager. Hè. Dus toch wel een aandachtspunt. He, dus, en zeker in het verhaal dat er nu ook meer beperkingen op Roundup komen, is het zo, of komen, die zijn er al, ik kom er nog even later op terug, is het duidelijk, wij moeten dat onderwerken. He, zie je dus, goed onderwerken is hier de boodschap, dus hier kun je wel nog uw ploeg gaan gebruiken, he, mensen, want anders kom je in een scenario dat je dus meer problemen hebt. Goed, we komen echt bij de bodembewerkingen. Dus we hebben die vruchtwisseling eventjes besproken. En de plaats van de groenbedekker ook eventjes kort aangehaald. En nu komen we eigenlijk echt bij het effect van die bodembewerking. En hier zie je heel duidelijk het effect van ploegen versus die niet-kerende bodembewerking, die direct zaai op de onkruidontwikkeling. Hier zien we een beeld van bij de oogst. Dus, of wat willen we hiermee aantonen? Dat is als je een intensieve bodembewerking doet, dan ga je initieel, dus in het begin van de teelt dan, meer onkruiden hebben. Die meer onkruid, dat is goed. Dus die gelegd heeft een intensieve bewerking van de bodem. Je krijgt een goede kieming van heel wat onkruiden. Voilà, dan kan je met een goed geplande onkruidbeheersing, in feite kan je dus die onkruiden in één keer goed afdoden. Als die bodem ook wat egaal schoon gelijk bewerkt is, dan ga je ook zien dat je hebt via uw herbicidefilm dat je ook voorziet in uw schema. Dus voor uw bodemherbicide hadden weinig onkruiden nog kiemen. In een verhaal van niet-kerend, en ook bij direct zaaien, waar we eigenlijk geen bodembewerking doen, maar via schijven gewoon die maïs in de grond plooien, gaan we zien dat er dus na de onkruidbestrijding eigenlijk nog een pak nakieming is en dat bij de oogst, ja, ik kan niet zeggen dat de akker terug groen staat van het onkruid, maar je ziet het op deze foto in 2007 dat het geval was. En dus de boodschap is hier eigenlijk wel meer grondbewerking, geeft intensiever, meer onkruid. We kunnen dat goed inplannen naar bestrijding toe en nadien hebben we minder problemen. Dus zo moet je het interpreteren. Nu, dus de impact van de soort bodemwerking, we hebben het hier al aangehaald, niet-kerend versus ploegen versus spitten. Hè. Dat is ook het voorwerp uitgemaakt van onderzoek op Leefde Bodem Winterrecht project in de provincie Antwerpen. En dus tot, laten we zeggen, 2016 was er eigenlijk naar verschillen tussen de systemen weinig te zien. Maar wat gebeurde er in 2016? 2016 is ook een belangrijk jaar geweest, wat onkruidbestrijding maïs. Dan hebben we eigenlijk te maken gehad met het feit dat de topramezone, dat is de actieve stof uit Clio Elite, niet meer erkend is op Europees niveau. En ze is niet meer teruggekomen sindsdien. Dus jammer genoeg, maar een zeer goede moleculen in de bestrijding van die hierstgrassen, van die vingergrassen, van die gladvingergras. En dus... wat zie je dat in dat jaar, dat was het eerste jaar dat we het niet meer mochten toepassen, en je ziet hier al onmiddellijk bij het niet-kerende grondbewerking, dus die lichtblauw hier, en ook bij spitten, en eigenlijk ook bij voor de onderploegen, dus de grassen, dat er dan toch wel, dus voor wat betreft de grassen hier, de rechterkant van die balkjes, hier in 2016, zie je hier dus een, toch wel een lichte stijging. Oké, nou ja, was dat nog geen probleem. Maar wat heb je natuurlijk? Die vingergrassen produceren en onveerzaden. En dan krijg je het verhaal dat jaar nadien, dat dan ene keer dat doorschiet. En dat was ook het geval. Dus bij de niet-kerende grondbewerking zien we hier duidelijk een enorme toename van het aantal onkruiden per vierkante meter. Dus ook bij spitten zelfs was dat nog vrij behoorlijk. 2017 was nog een vrij droog jaar. Was nog vrij droog. Dan krijg je dus, krijg je dus uiteindelijk wel uitzaai, maar dus was er een
toch een beetje reductie, maar een beetje bizar. Hè? We kregen hier ook in een systeem van ploegen, waren de grassen, namen die ook toe op dat moment. Maar dat is gewoon natuurlijk uitzaaien. Het waren wel 2 jaar, zowel 2017 als 2018, een beetje te droog voor een goede werking van de bodemherbiciden. Dus je kreeg toch een tendens voor ook weer een toename. Dus je ziet dat de bodembewerking, de aard van de bodembewerking, hier wel degelijk speelt. Hè. Zeker na die beheersing van die kiemers. Hè. Van die vingergrassen. Hè. Goed, dus... En dat meestal ploegen daar hier wel wat beter uitkwam, maar dat was dan inderdaad in 2000, dus iets beter uitkwam dan spetten, maar dus dat was dan in 2019 waren de verschillen kleiner en was de druk weer terug wat teruggevallen. Oké, aardappelopslag is ook een element dat we niet mogen vergeten hè, dus, en dat we moeten aanpakken. En daar is het een beetje het verhaal van door te ploegen en een diepe zaaibedbereiding eigenlijk, dat je die aardappelen meer naar boven krijgt en dat die egaler gaan kiemen en dat er dus meer gaan te zien zijn per vierkante meter, wat dan eigenlijk niet slecht is, omdat je met een goed geplande, we komen er straks nog op terug, onkruidbeheersing kan je die dan ook gaan aanpakken. En dus daar is het dus een kwestie van ze toch wel te laten kiemen om ze minder problemen te laten geven dan later op het seizoen of ook nog in de volgteelt. We komen nog bij echt een echt systeem, dus door net door Shana ook al even aangehaald, van bodembewerking die dan echt gericht wordt op dat fameuze valsaaibed, om het beheersen, om onkruiden dan te gaan beheersen. Nou, wat is een valsaaibed voor de mensen die dat nog niet van gehoord hebben? Hoe werkt dat? Dus dat is eigenlijk gewoon, je gaat proberen, je doet je hoofdgrondbewerking, of is dat nu een niet-kerende of een kerende, en daarna, dus trek de bodem open, wijze van spreken, en ga je de bodem zaai klaarleggen. En dan in plaats van, je wacht gewoon van zaaien. Je laat als het ware het onkruid beginnen groeien. Hè. Je laat het onkruid groeien. Maar je vergeet gewoon te zaaien. En dus het onkruid komt in het fameuze witte dradenstadium. En dat betekent dat we dus... dus weer een bodembewerking best inplannen. We rijden er nog een keer door. En dat onkruid wordt dus natuurlijk losgerukt. Gaat uitdrogen. En voilà, zo krijg je met een aantal bewerkingen toch wel een serieuze reductie van de onkruiden in de bovenste laag. Hè. Dan doe je een vrij oppervlakkige finale zaaibedbereiding en ga je dan effectief zaaien. Dat is de techniek, die beproefde techniek, hè, dus die goede resultaten heeft. Ik zeg nu maar iets bij bijvoorbeeld telen zoals chicorijwortels en de bioteelt. Die landbouwers hebben alleen die mogelijkheid hè, om de onkruiddruk te verlagen en ze doen dat dan ook. En kunnen dan inderdaad, dat gedurende toch enkele weken gaan ze dat toepassen voordat ze effectief gaan zaaien. Maar bij die teelt kan je ook later zaaien. Bij maïs, ja, dat later zaaien levert ons, gaat ons opbrengstkosten. Sowieso met maïs kunnen we pas ook, streven we toch naar de tweede helft van april om te zaaien. En eigenlijk is dat valsaaibed, maar op dat moment begint dat maar interessant te worden. Dat betekent dat u uw zaaimoment natuurlijk opschrijft. Hè? En dus de bodem moet voldoende warm zijn, moet voldoende opgedroogd zijn. Dus als je daar te vroeg aan begint, krijg je structuurschade met andere woorden. Werkt het ook niet. Dus concreet voor maïs zijn de mogelijkheden toch wel wat beperkter. En raden we het ook niet echt aan in de conventionele landbouw. We schuiven dan alleen maar dat zaaimoment op. En dus in principe, je kan het toepassen. Hè? Dus goed, het is aangegeven. Bij een hoge druk van kloonsuppeers zou je het kunnen overwegen. Hè? Om het systematisch op te nemen in de beheersing. Hè? Dus, maar... Ja, en bij een gemiddelde onkruidbezetting zou ik dat nu ook niet systematisch gaan doen. Maar de dag dat we natuurlijk minder chemie gaan hebben om chemische onkruidbestrijding te organiseren, gaan we misschien wel moeten, hè, dus om daarmee toch te gaan werken. Maar het heeft een aantal kanttekeningen. En ook, je ziet het van hier, je trekt de bodem meer en meer open. De bodem droogt iedere keer uit. Hè. En als je dan in een droog voorjaar zit, zou je nog kunnen problemen creëren met een slechte opkomst van de maïs. En dat is toch wel het laatste dat we willen. Goed, die preventie, de wat langer blijven bij stilstaan, het is nu ook eenmaal een essentieel element van de IPM. We komen bij de monitoring. En monitoring, dat staat eigenlijk voor
op je veld lopen, ziekten en plagen, insecten, onkruiden gaan waarnemen. En dus goed kijken welke onkruiden staan er en hoeveel staan er. En, dus, en dat is heel belangrijk, want het is in functie van het onkruid dat we ook bepaalde schema's naar voren gaan schuiven en bepaalde middelen vooral gaan naar voren schuiven. En dus in, bij een chemische onkruidbestrijding. En vooral in die familie van de hiersgrassen is dat hier duidelijk te zien dat er wel degelijk een groot verschil is in werking. Hè. Je ziet dat heel wat middelen hier een goede werking hebben op hanenpoot. Hè. Dus de Laudis, de Capreno, de Samson, de Monsoon Active. Hè. Dus is dat allemaal twee heetjes. Hè. Maar dus kijk een keer. Die middelen gaan niet allemaal zo goed werken op die hiersgrassen. Je ziet duidelijk dat enkel Laudis eigenlijk een goede tot zeer goede werking op, respectievelijk op het vingerras en haren vingerras geeft. Dus, terwijl dat andere middelen daar gewoon niet op werken. Dus, en het zal je maar overkomen dat je niet weet dat er daar van die hiersgrassen groeien en dat je daar gewoon met een Samson op gaat spuiten. En dat je denkt van, dat gras zal hier allemaal bestreden zijn. En het is niet het geval. He, dus, maar ook bij de dicotylen is het zo. Melanzenvoet, uitstaande melden, akkerviooltje. Dat er daar toch ook wel verschillen zijn. He, dus, en dat bepaalde middelen daar toch wel een betere werking hebben dan andere. En ja, dus daar zijn er nog complexere gegevensbronnen daarover natuurlijk. He, dus om dat in kaart te brengen. He, dus voor de... belangrijk dat we het onkruid juist herkennen en binnen het Landbouw Centrum Voedergewassen hebben we ook een publicatie die je gemakkelijk kan terugvinden op het net. Hè, dus met de onkruidwijzer mais. Hè, om uiteindelijk op een heel vlotte manier met fotootjes, met zelfbeschrijving, maar vooral de foto's zijn heel handig om vanaf het kiemloopstadium toch een zicht te krijgen op voilà, dat is hier melganzenvoet of dat is hier zwarte nachtschade of we hebben... Dus, voor de dicotylen is dat een zeer handige tool. Voor de grassen gebruiken we dan eerder de onkruidgiersten, de sleutel voor de onkruidgiersten, die ook beschikbaar is op de site van het LCV. En dan kan je eigenlijk door met een eenvoudige beoordeling, hè, dus, en voornamelijk gaan we gaan kijken van hoe ziet dat blad eruit? Is dat blad effen? Is dat behaard? Heeft de plant oortjes en voilà, zijn die oortjes behaard, ja of nee? Is de bladschede behaard enzovoort? Dus de onderzijde van het blad, is die behaard of is die niet behaard? En dus in functie daarvan, dat zijn eigenlijk sleutels om te komen tot, voilà, het is ofwel glad vingergras of het is hiertgras enzovoort. Hè? Dus dit is ook een zeer handige tool en echt waar, ik daag u uit om die echt een keer dit jaar te gaan toepassen, hè, mensen. Want dus je zal verrast zijn hè, dat er ook op uw perceel mogelijk een uitbreiding is van hiersgrassen. Hè. Dus doe daar uw best voor om u in te interesseren. Loop op uw veld en doe die inspanning. En op die manier gaat je uw schema veel concreter kunnen vormgeven en correct vormgeven. En ga je kosten besparen op het einde. Goed. We nemen een besluit op basis van alles dat we gezien hebben op het veld en onze ervaring, et cetera. En dan kiezen we in eerste plaats, zoals ik al zei, voor die niet-chemische methodes. Dat is IPM. De chemie komt eigenlijk maar op de tweede plaats. Dus eerst kiezen we voor alternatieve techniek. We hebben in feite al aan preventie gedaan, maar we moeten nu ook toch kijken van welke systeem gaan we inpennen en kiezen we bij voorkeur voor niet-chemische methodes. En die niet-chemische methodes gaan we toch een keer overlopen. He, dus de biolandbouwers is dit gewoon dagelijkse kost. He. Die mensen weten, voilà, kijk, dit is ons verhaal. Wij werken met mechanische onkruidbestrijding. En misschien ook in de conventionele landbouw gaan wij ook wel ooit wel een keer evolueren in die richting dat we naar combinaties gaan of... He, als de wetgever helemaal het in een bol krijgt, dat we dus inderdaad ook gaan veroordeeld zijn om volledig mechanisch te werken. Maar goed, we moeten niet gaan doemdenken. Waarmee ik niet wil zeggen dat mechanische onkruidbestrijding geen perspectief heeft. Nee, pas op, dat is een methode, zijn goede machines. Maar er zijn veel kanttekeningen bij te plaatsen. Nee? Op vlak van kostprijs, op vlak van tijdsbesteding, op vlak van efficiëntie en natte jaren. Nee? Dus... Goed, we gaan er nog even wat dieper op in samen. Kijk, dus hier zie je nu die eerste soort machine die we gaan inzetten, is eigenlijk een wietegg. Dus een wietegg
is eigenlijk een machine met eerder slepende, fijne tandjes, hè, die slepend eigenlijk, niet stekend, maar slepend zijn opgesteld. Je hebt er ook nog een soort varianten bij, die je rechts op de foto ziet. En die we eigenlijk gaan inzetten, je ziet het aan die groene pijltjes, let daarop hoe dat in die figuur staat ingeplant. Dat gaat nog een paar keer terugkeren naar de volgende dia's. Dus die kunnen we gaan inzetten als we de maïs gezaaid hebben. Tussen het zaaien en de opkomst, de punten eigenlijk, kunnen we die machine perfect gaan inzetten. Omdat die zeer oppervlakkig gaat werken. Hè? Dus, en kunnen we daarmee onkruid in dat fameuze witte dradenstadium. Je ziet ze nog nauwelijks in, maar ze zijn al gekiemd. Ze beginnen zo wat, de punten beginnen zo wat. En daar kun je ze natuurlijk gaan uitdrukken. Komen die los te liggen, die worteltjes worden losgerukt hè? En die gaan uitdrogen. Hè? En dus... Zoals gezegd, natuurlijk moet je opletten, goed kijken als je gaat toepassen. Ik zeg nu maar iets, de maïs is al een dag of 5 gezaaid. Als het warm is, weet je, de maïs kan in een week boven staan. En dan kan het zijn dat in de maïs al serieus geschoten ligt. Dat mag je niet doen, hè, natuurlijk. Want dan riskeer je dat je ook de maïs de groeipunt gaat beschadigen en die keert niet meer terug. Goed, dan is er een periode tot aan het 3 tot 5 bladstadium, 3-4 blad... Dat is ongeveer het punt. Hè. Kunnen we eigenlijk perfect weer terugwiedagen. En dus die slepen zit ook op de foto hier. Slepen is opgesteld. Hè. De maïs is al voldoende verankerd. En er daar eigenlijk geen punt meer. Maar vanaf dat die maïs 20 centimeter zo wat hoog is. Ga je begint schade doen. Dus is het belangrijk van te stoppen. Maar dus een aantal keer wiedagen. Drietal keer vaak. Gaan we toch al een serieuze reductie krijgen van de onkruid. Je ziet hier op deze dia. Eigenlijk dus hoe dat eigenlijk een klassieke wiedag geconcipeerd is. Zijn machines die meestal gemaakt zijn ongeveer rond een zestal meter werkbreedte. Tot zelfs nog bredere machines. En dus, maar je ziet onmiddellijk in die klassieke wiedag dat die tanden, ja, die zijn allemaal op één frame vast gemonteerd. Hè, dus die zijn iets minder goed bodemvolgend. Als de bodem niet te perfect even ligt, hè, dan goed, die levert wel een goed werk. Hè, maar... Dus die druk hangt af ook. Hè. Je hebt systemen met wieltjes, hè, die je dus de hoogte daarvan op het frame goed regelen. En op die manier de druk meer of minder. Hier zie je een ander concept. Maar dus goed, een machine die goed werkt. Maar ik zou liever iets meer vertellen over de volgende machine. Namelijk de precisiewiedeg. Hè. Dus de precisiewiedeg, dat is een machine die... vandaag ook voorhanden is. Dus voor die mensen onder jullie die eraan denken om te investeren in mechanische onkruidbestrijding, ja, investeer dan alsjeblieft meteen in een dergelijke machine of voor op uw bedrijf. Hè. Dus hier heb je het grote verschil zit hem in dat elke tand individueel geveerd is met zo'n staalkabel. Hè. Dus, en je kan dus die trekkracht op die tanden is dus het feit dat het elke tand afzonderlijk geveerd is, laat eigenlijk toe om veel beter bodemvolgend te zijn en dus een veel egaler bestrijdingsbeeld te realiseren. Zelfs als, dus bij voorkeur ligt de bodem vrij egaal, maar zelfs als dat niet 100% van, ga je zien dat doordat die druk, die trekkracht die daarop zit, gaat die tand hem veel beter aanpassen aan bodem, oneffenheden en dergelijke meer. Hè. We hebben die getest, hè. En op de proefvogel in Bottelaren. En je ziet hier hè, dus de beheersingsresultaat tussen de rij of in de rij. Hè. Dus die machine werkt dus rij onafhankelijk. Dat betekent, hè, dus we kunnen de tellen, onkruiden gaan tellen in de rij en tussen de rij. En wat valt er hierop als je dus klassieke wiedag plus schoffel plus vingerwieder, hadden we ongeveer 94% van de onkruiden tussen de rijen opgeruimd. Maar hadden we met dus die klassieke wiedeg maar 76% in de rij opgeruimd. Ten opzichte van 95% bij het gebruik van een precieze wiedeg. In combinatie ook met schoffel- en vingerwieden. Dus je ziet dat je eigenlijk al toch wel met zo'n wiedeg, we mogen het ook wel een keer zeggen benoemen. Het is, ik weet niet of er ondertussen meerdere firma's mee zijn, hopelijk. Maar dus... Onder andere heb je de firma Treffler, die dus eigenlijk deze machines bouwt. Ze zijn iets duurder natuurlijk dan een klassieke, dat is altijd zo. Hè, maar het is een investering die zich wel loont op termijn. We komen eigenlijk bij het volgende toestel, die ook onmisbaar is in een concept van mechanische onkruidbestrijding. En dat is de schoffelmachine. En dus een schoffel, dat weten we, iedereen kent het basisprincipe van een schoffel.
En dus daar is natuurlijk alles of niet. Die snijdt gewoon alles door. Of rukt dus het onkruid eruit. Dus dat loopt natuurlijk tussen de rijen. Dus we kunnen daar in de rij niet veel doen. Die machine, en dat is wel een beetje verbazend, kun je eigenlijk al vrij vroeg gaan inzetten. Dat zie je op deze figuur. Dat komt alleen, dat is alleen mogelijk in het geval dat je van die platen ofwel van die gekartelde schijven hebt. Die meevolgen, meelopen en die eigenlijk de rij als het ware wat gaan beschermen. Want door de schoffelen weet je allemaal dat er ook grond verzet wordt naar de rij toe. En daar, als de maïs nog heel klein is, riskeer je van hem effectief te gaan begraven, wat niet de bedoeling is. Dus kun je lange tijd nog door de maïs rijden, zelfs tot 5, 6, 7 bladstadium, maar dat begint de grens te worden, want dan gaat het frame van je machine ook de maïs beginnen beschadigen. Natuurlijk, de schoffel werkt niet in de rij. En vandaar dat men op een schoffelmachine gaat men direct de combinatie maken met vingerwieders. Dus de vingerwieders zijn zo rubberen vingers die onder een hoek na die rij georiënteerd staan. Men gaat zelfs ervoor zorgen dat die vingers eigenlijk tegenover elkaar zo lichtjes tegen elkaar komen, of juist niet, juist wel, het hangt eraf vanaf of de grootte van de maïs en de vrucht eigenlijk, het vraagt wel wat ervaring en instelling, maar daarmee, dus doordat die zijn wat haaks opgesteld en die gaan in verhouding zo wat ietske, zo'n draaiende beweging en gaan dus die onkruiden eigenlijk zo wat wegslaan, een duw geven zodat ze ook wel losgerukt zijn en de plant staat meestal voldoende stevig verankerd zodanig dat je eigenlijk de maïs enzovoort niet gaat beschadigen. En daarmee kan je toch ook wel heel wat onkruiden in de rij op een mechanische manier gaan aanpakken. Hier zie ik het resultaat van zo'n full mechanische aanpak. En dan zie je dus dat natuurlijk ook jaarafhankelijk is. Er is hier een verhaal van. Dus één keer wie dagen voor opkomst, één keer wie dagen na opkomst en twee keer schoffelen. Is het plan. Dat was het plan. Dus dat duidelijk op het plan. Maar je kunt dat niet elk jaar realiseren. Er zijn jaren dat het nogal nat is en dat een bepaalde behandeling bijvoorbeeld er van tussen vliegt. Dus in 2019 was dat geval. Eén keer wie dagen er van tussen. En je ziet duidelijk dat beheersing naar die rij toe een stuk minder was. 2020, herinnert u, was een droog jaar. En dan konden we dat perfect allemaal uitvoeren. En je ziet dat het resultaat ook er mag zijn. 2021, dat weten we allemaal, was het weer een stukje natter. En dan zien we dat. Dan zien we eigenlijk dus dat ook het resultaat wat minder was. Waarom? We hadden maar één keer kunnen schoffelen in de opkomst. En we zien ook in de rij dat het eigenlijk geen schitterend verhaal was. Dus in een eerder nattere context is het wel moeilijk om een echt goed resultaat te hebben. Dus het is altijd een leerproces, die mechanische onkruidbestrijding. We moeten trachten altijd onkruid zo klein mogelijk aan te pakken. We moeten tijd steken in de afstelling van de machine. En trachten om het gewas minimaal te beschadigen. Die droge omstandigheden uitkijken natuurlijk naar die momenten om dat te doen. Het zaaibed best ook zo vlak mogelijk leggen. Zodanig dat je een uniforme werkdiepte kunt garanderen. Overal de werkbreedte. Iets dieper zaaien is toch wel aangewezen meestal. Omdat, denk aan dat verhaal van die vingerwieders. Dat die planten nog wat sterker, beter verankerd zijn. Ook bij een wiedag. Die schuift daarover. Maïs als die maar heel oppervlakkig zit. Dus die uniforme opkomst. Ja, oké. Dus doe goede instellingen. Zaaimachine. Zijn moment is eigenlijk ook, ja, meestal mechanisch onbegrijpelijk, gaat men meestal ook niet te vroeg zijn. Dus omwille van een iets snellere opkomst dan van de maïs en dan een vlotter kan starten. Wortelen onkruiden moet je dan ook loswerken, laten uitdrogen en uitputten. Aanbevelingen die ook in het demo-project en onkruidbestrijding 2.0 met slimme combinatie van chemie en techniek. Dus ook nog online beschikbaar is de resultaten. Goed, dus het is alleszins een leerproces. Oké, hoe gaat het verder evolueren op dat vlak rond die mechanische onkruidbestrijding? Wel, dus dan heb je hier bijvoorbeeld een keer links in beeld
Toch wel vandaag ook schoffelmachines die meer en meer een intrede doen en dan heel vaak in loonwerk camera-gestuurde schoffelmachines die zelfs toelaten om dag en nacht eigenlijk met ook lichten daarop gemonteerd om dus met een systeem met GPS waarbij er nog een bijsturing is eigenlijk via de camera. En dat laat ook om vrij efficiënt te werken. Dus, en dag en nacht ja, zal nodig zijn in systemen met veel mechanische onkruidbestrijding. Dat we eigenlijk ook, als het goed gaat, dat we moeten wel kunnen doorwerken. Dus, of natuurlijk, op termijn zullen er ook robots allicht door de velden gaan rijden. Die de onkruidbestrijding gaan realiseren, autonoom. Dus volledig gestuurd. Dus goed. Dat gaat nog niet voor morgen zijn, maar ik denk wel op termijn dat dat er zeker zal komen. Hè? Dus goed, maar oké, dat is toekomstmuziek. Dan heb je ook nog de combinatie natuurlijk met herbiciden. We kunnen inderdaad wiedagen door wiedagen voor opkomst kunnen we in feite al een basis leggen. En dan kunnen we zorgen afwerken met een ietske lagere dosering. Van middelen of van combinaties eigenlijk, kunnen we dan gaan afwerken. Dat is een scenario die ook mogelijk is. Ook in een context met meer onkruiddruk, kun je al met die wiedag een deel van de druk gaan wegnemen. Zo moet je het interpreteren. Dus is ook al gebeurd in proef. Nou, je ziet hier, ja, het is niet zo duidelijk de foto's, maar dus als je dus puur chemisch in het jaar 2020 in het 4-5 bladstadium spoten, wat te laat is voor de hierstgrassen en de hooibeekhoeven was dat, ja, daartegenover had men hier een keer eerst gewiedigd en dan nog een keer gespoten. Maar in dat jaar, dus dat was 2020, in deze proef dan toch, het was nogthans een vrij droog jaar, maar je ziet dat eigenlijk, ja, dat effect van die wiedeggen was eigenlijk eerder omgekeerd. Hè. We hadden zelfs een zaaibed extra gecreëerd. Hè. Dus dat is die vingergrassen wel soms wat dubbel. Hè. Dus ja. Dan heb je nog het verhaal van wiedeggen en schoffelen gaan combineren. En dit dan te gaan nog een keer afwerken met een onderbladbespuiting. En dus dan kan je, dan heb je al 1 of 2 keer gewiedegd en heb je misschien 1 of 2 keer geschoffeld. En in het geval van zeer laatkiemende onkruiden, en bijvoorbeeld context van knolciperus, haagwinden enzovoort, kan je dat nog dan een keer gaan combineren met een onderbladbespuiting. Dat is een systeem waarbij dat de doppen eigenlijk verlengd zijn. De spuittop is eigenlijk verlengd en we gaan dus onderdoor gaan spuiten. En dus die onkruiden nog kunnen bereiken. Dus dit geeft goede resultaten. Hè. Dus in die heel hoge druk van die hierstgrassen, van dat glad vingergras, zie je hier een proef die uitgevoerd geweest is in 2020. Ziet hier de teldatum op 16-6. Dus ziet hier duidelijk. Hè, dus waarmee de controle, die minder dan 180 planten per vierkante meter. Als we dan wiedeggen, komen we een keer wiedeggen en een keer na opkomst spuiten. Goed, het doet iets, maar we zitten nog altijd met heel veel onkruid. Wiedeggen dan, combineert met schoffelen. Excuseer, wiedeggen, gecombineerd met schoffelen. Gecombineerd nog een keer met wiedeggen. Maar vooral dan ook nog een keer die onderbladbespuiting. Zie je, dus het heeft het beste resultaat. Hè? Dus in het groen hier, het laatste aantal nog overblijvende planten. Hè? Dus dit was op 16-6 geteld. Je ziet dat ook op 22 juli nog altijd het geval was. Dat duidelijk een object was dat goed gewerkt was. Maar ja, we zijn ondertussen wel, hebben we 4 passages. Hè? Ik wil dat toch even ook meegeven in zo'n concept. Hè? Goed, iets dat al langer bestaat dan die onderblad is eigenlijk de ringenspuit, waarbij dat we eigenlijk meestal met toppen die we haak zijn opgesteld aan weeskanten, na de rij toe, eigenlijk gaan spuiten. Hè? Dus, en dat gaan combineren met bijvoorbeeld die laatste schoffelpassage. Hè? Dus daar ga je dan, je kunt dan perfect die onkruidbestrijding nog chemisch doen in de rij, en tussen de rijen werk je mechanisch. Dat betekent dat je eigenlijk op perceelsniveau 2/3 van de oppervlakte niet gaat behandelen. Hè? Dus, spuit ongeveer een zone van 25 centimeter, zijn op 75, dus is 50 dat je zogezegd niet behandeld. En vandaar komt die berekening. En dus, is ook een systeem dat performant is. Hè? Spijtig genoeg gaat de wetgever dit niet ondersteunen. Hè? Dus ondersteunen in de zin van subsidies in het kader van het GLB-pakket. Hè? Dus dan komen we bij de bandbespuiting. Dat is nog wel een innovatie.
die mogelijk is, sinds de precisielandbouw eigenlijk. Wat gaan we daar doen? Wel, we gaan eigenlijk gewoon werken met schoffelen. Dus, maar we beginnen eigenlijk met een bandbespuiting. Je ziet dat hier in beeld, in deze foto. Dus we spuiten perfect op de rij. Voor opkomst best eigenlijk, is dat. Of in het 1-2 bladstadium kan dat ook, zoals op deze figuur te zien is. Bij vingergrassen is dat geen slecht moment. Zetten we bijvoorbeeld ter hoogte van de rij bodemherbiciden, of een combinatie van bodemherbiciden. En dan gaan we gewoon schoffelen tussen de rijen. Weliswaar doen we dat dan best ook met die schijven. Zodanig dat we niet te veel grondbeweging na de rij toe hebben. Om op die manier die herbicidefilm niet te doorbreken. Natuurlijk, dit is alleen maar mogelijk met een spuitmachine. Die perfect op RTK-GPS zeer nauwkeurig gaat rijden. En die perfect afgesteld is. Dat volgens gezaaid op GPS, gespuit op GPS. En gewerkt dan af verder met schoffelen. Heel goed performant systeem hebben we op de proefhoeve ook nog in een dienstverleningsopdracht uitgevoerd. En met goede resultaten. Je ziet duidelijk, dus in 2021 dus is dat een keer toegepast ook in de proefhoeve, de hooibeekhoeve. Waarbij dat dus die volle veldbespuiting, 1,4 frontiliter stomp aqua voor opkomst, vergeleken wordt met die voor opkomst, die bandbespuiting met schoffelen. Die schoffelen was 2021. Je weet, nat jaar, schoffelbewerking, goed. Kort na de schoffelbewerking regende het weer en zo rap of taan herkiemde die vingergrassen. Dus zodanig dat het resultaat tussen de rijen ook niet goed was. In het droogjaar zou dat wel wat beter geweest zijn. Dus je ziet in 2020 was dat een stuk beter. Het was een droger jaar en dus dat concept werkte perfect. Hier zie je dan het feit waarbij dat je dus eigenlijk gaat wiedeggen, vervolgens gaat vluchteren voor opkomst. En pas in het na opkomst 4-5 bladstadium gaat chemisch komen en ziet dat echt niet werkt. Dus je moet vroeg komen met ofwel een stuk mechanisch en dan afwerken met een rijenbespuiting ofwel onder blad. Zie je? Dus, maar je komt al vrij vroeg hier in dit geval met wiedeggen en schoffelen en met die rijenbespuiting of die onder blad. En je ziet dat hier, dat we, als we op dat klein onkruid gaan werken, en zeker bij die vingerrassen, dat is zeker het geval dat we voorsprong hebben. Dus bandbespuiting of combinatie schoffelen plus rijbespuiting, duidelijk minder gebruik van middelen. We hebben een aparte werkgang, mechanisch en chemisch. We pakken het onkruid in het ideale stadium aan. We kunnen dat goed inplannen. Maar natuurlijk, in functie van de keuze van het systeem, hebben we dus die RTK-GPS van doen. Moeten we de rijafstand eigenlijk ook gelijk zijn aan de dopafstand. Dat heb ik nu nog niet vermeld, maar dat staat hier nog een keer heel duidelijk. Dus dat vraagt ook wel aan afstellingen. Dat betekent dat we eigenlijk door Hans gaan zaaien, bijvoorbeeld op 50 dan. In dat geval, en dan ook meestal wordt er gespoten op 50, zo moeten we dat bekijken. En tijdig toepassen, basisprincipe, klein onkruid blijft. Wat kost dat, die grap? Hebben daar een aantal, in datzelfde demoproject dat ik al vermeld heb, hebben we een aantal scenario's doorgerekend. En hier links in beeld is dat verhaal van, als we 100% eigen werk doen, en we gaan 100% scenario 1, volledig chemisch volle veld. 1 bespuiting in het 3-4 bladstadium, of eventueel 2 bespuiting, dus een vooropkomst, gevolgd door een naopkomst. Dus dan kost dat natuurlijk een stuk meer. Dus laten we zeggen dat een scenario van 100% eigen werk, komen we €160 162 euro ten opzichte van €258 euro kost u 1 hectare onkruidbestrijding en maïs. En dat is de situatie begin 2021, zeg ik er onmiddellijk bij. Begin 2022. We hebben dan inderdaad het verhaal gehad van de oorlog in Oekraïne. Sindsdien is dat nog wel een beetje duurder geworden. Het is al een zeker indicatief naar vergelijking toe. Dus in loonwerk kwamen wij iets goedkoper uit. Dat hangt natuurlijk altijd af van de tarieven van de loonwerker. Als we dit gaan vergelijken met een 100% mechanisch scenario. Wiedeggen, dat is wel vrij veel gerekend hier. 4 keer wiedeggen, 1 keer schoffelen met een vingerwieder.
camera gestuurd. Hè. 2 keer schoffelen en 4 keer wieden. Dat is hier wel 6 passages. Komen we toch wel in de buurt van rond de 700 euro's. Hè. 600 of 700 euro. Dus 600 in loonwerk. 636 euro's. Gaan we naar een combinatie van wieden, 4 keer plus 1 keer schoffelen en nog een keer rijnbespuiting, komen we aan een verhaal van rond de 650, 450. Hè. Gaan we naar chemisch in de vooropkomst, plus een bandbespuiting in het 1-2 bladstadium. Hè. Vooropkomst of, hè, dus of, hè. Of 1-2 bladstadium, bandbespuiting en dan 2 keer camera gestuurde schoffel. He, dus dan zitten we ook al op die 400 euro's. He, dus eigen werk of 313 euro. He, dus, en dan hier heb je nog een combinatie van wieden gevolgd door volle vuilbespuiting. Is ongeveer dezelfde grote orde qua kostprijs. Maar natuurlijk, die combinaties, ik heb het al gezegd, het probleem is geen steun vanuit het GLB. Want voor het GLB heb je alleen die 310 euro per hectare die hier vermeld staat, onder voorbehoud natuurlijk. Want we weten dat dat hier voor het moment nog even op zich laat duren. Laat wachten. He, dus die goedkeuring van de Vlaamse overheid voor het nieuwe GLB. Maar los daarvan, dus als we gaan voor een volledig mechanische onkruidbestrijding, dan krijgen we vandaag 310 euro per hectare, als we dat via de verzamelde vraag activeren. Maar natuurlijk, voor een combinatie van chemisch en mechanisch krijgen, kunnen we geen steun genieten. We kunnen wel steun genieten voor de aankoop van de machines. Dat kan iedereen krijgen. He, dus wie machines, wie investeert in mechanische onkruidbestrijding, kan dus niet minder dan 30% investeringssteun genieten. Wat toch wel zeer interessant is, denk ik. Hè. Maar, en wat de kostprijzen ook een stuk kan verlagen. Dat is niet meegenomen in deze berekening. Maar dat zal toch ook wel helpen. Hè. Natuurlijk, hè, zoals ik aangegeven heb, ook in deze berekening. Uw arbeid en allemaal is ook wel meegenomen. Maar ook uw tijdsinvestering. Dus uw tijd, maar uw tijd, ja, dat is tijd dat je ook niet met andere zaken kunt bezig zijn, hè, op uw bedrijf. Dus ja, mechanische onkruidbestrijdingen zijn toch wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. En goed, hè, als de weersomstandigheden daar ook het laten afweten, ja, dan is het soms teleurstellend. En alleen al het feit dat je daarmee onkruiden natuurlijk opbouwt, is dan ook, hebben we liever niet dat de onkruidvoorraad nog een beetje gaat opbouwen. We komen bij de tweede pol van dit stuk, rond de mechanische onkruidbestrijding. En ja, de vraag, pol is al gelanceerd. Ja. De vraag is, zou u mechanische onkruidbestrijding toepassen op uw bedrijf? Het antwoord is ja, volledig mechanisch. Ja, in combinatie met herbiciden. En ja, in combinatie met herbiciden, rijen of bandenspuit is het tweede antwoord. En het vorige antwoord was een volle veldse behandeling. Joost, als het goed is, ga ik nog heel even terug naar de pol van de knolsuperis, want daar hebben we nog geen antwoord op besproken. Shana is er wel niet meer, maar het antwoord was, de vraag was eigenlijk, staat u open voor teeltbegeleiding rond knolsuperis op uw bedrijf? En de meesten staan daar zeker voor open, 65% zei ja als het gratis is. 22% stond er niet voor open en zelfs 12% staat er voor open als het ook wel betalend is. Dus dat was de antwoord in verband met knolsuperus advisering. Prima. Dus we hebben die vraag gesteld, je mag dat weten, mensen. Hè, dus omdat we hopen, hè, dat er is toch wel al voorbereid werk gedaan door de mensen van de Vlaamse overheid om een soort Kratos-adviessysteem te kunnen lanceren ook. Hè. Kratos staat eigenlijk voor een soort betaald advies of teeltadvies of ondersteuning op uw bedrijf rond investeringsbeslissingen, noem maar op. Hè. Er bestaan verschillende Kratos-elementen. En laat ons hopen dat er ook voor knolsuperus dat men vanuit Europa gaat inzien dat dat ook belangrijk is en dat we daar ook een zekere ondersteuning kunnen bieden in aan de landbouwers. Oké. Okay. Ondertussen zie ik hier al een beetje het resultaat verschijnen. Hè. Dus... Ik zie het nu ineens niet meer, excuseer. Ja. Ik zal het even overpakken dan, Joost. Het antwoord van de mechanische onkruidbestrijding is... volledig mechanisch is maar 1% die daar positief op geantwoord heeft. In combinatie met herbicide zijn de meeste antwoorden. En met de volle veldse behandeling 50%. En dan in combinatie met de herbicide rijen of bandenbestuiting 10%, dus natuurlijk wel een hoog aantal antwoorden voor de combinatietoepassingen. En dan absoluut nee, waren 39% van de antwoorden. Ja, oké, merci. Bedankt, ja, goed, ja. Het is een dubbel verhaal, hè, de mechanische onkruidbestrijding. En het is uiteraard logisch, hè, meer dan 200.000 hectare maïs in België.
en waarvan een zeer groot deel percentage in Vlaanderen. Ja, dat stel je maar even voor dat we daar zouden naar een volledig mechanisch scenario gaan. Ja, laat ons eerlijk zijn, dit is niet realistisch. Hè? Dus dat is niet realistisch. Dat is eigenlijk bijna niet te combineren met al onze andere activiteiten op een bedrijf. Dus dit lijkt mij zeker niet de vooruitgang. En dat bleek ook aan jullie antwoord, dat er daar weinig voor staan te springen. Hè? Dus de combinatie met chemie, ja, dat veronder mij wel. Dus een stukje mechanisch, een stukje chemie, dat er daar wel mensen voor openstaan. En het is ook niet te veronderen dat velen onder jullie een kleine 40% zijn. Zeggen, nee, we willen dat totaal niet. Hè. En dat er toch, vind het wel positief, dat er anderzijds nog toch 10% zeggen, die combinatie met dan die systeem, met bijvoorbeeld bandbespuiting, dat misschien op termijn toch wel in het kader van een precisielandbouw wel iets kan betekenen. Goed, dan gaan we hier door. Ja, we komen eigenlijk bij de chemische onkruidbestrijding. We hebben vooral die mechanische en ook die combinaties al meteen een keer meegenomen. En we komen bij de chemische onkruidbestrijding. Voordat we daaraan starten, toch nog een keer op wijs mensen hoe belangrijk het is om puntvervuiling te vermijden. Dus we weten allemaal wat dat is. Ik denk dat dat al dikwijls uitgelegd is. En denk dat iedereen weet dat één druppel van een actieve stof die in het oppervlaktewater, één druppel is in staat om tientallen, honderd, afhankelijk van de grootte van de beek, 100 meter van een beek te gaan vervuilen, hè, van boven de normen te gaan. Dus het is gewoon niet wenselijk. Je ziet hier landbouw is aan het werk, aan zijn spuitmachine. En dus op het moment van het vullen, hè, op het moment van het reinigen, moeten we ten allen tijde voorkomen dat er dus product ook in het, op de beton blijft, hè, die dan afspoelt, dat er een product in het oppervlaktewater komt. Vandaar de dag moet in het kader van het IPM, hè, dus goede spuittechniek, is onderdeel van de IPM. En moeten we dus, zijn een aantal elementen verplicht. Hè? Dus, en zeker rond het vullen van de spuitmachine moet er dus een aanzuigleiding met een terugslagklep zijn. En uw leiding, als je die mee vervoert, hè, waarmee dat je water opzuigt, die mag ook nooit in het beeld hangen waar dat gespoten wordt, zodanig dat die gecontamineerd is. Want als je die dan in het water hangt, dus dat is vandaag de dag, maakt deel uit van IPM. Hè? Maar gaat dit gaan controleren op termijn. Dus, maar ook de fytoscan, mensen. U weet, het is eerste aan te raden. Ga naar die website en kijk een keer voor uw bedrijf hoe dat de technieken die u toepast bij het vullen en reinigen van de spuitmachine, hoe dat je daar scoort en waar dat je kunt verbeteren. Hè? Dat is van belang, mensen, want we moeten er alles aan doen om de verdere contaminatie van toppervlaktewater te vermijden. Dus, want anders gaan we voor de situatie komen zoals we met terbutilazine gehad hebben in 2016, dat de middelen gewoon aan heel strenge eisen worden onderworpen of dat we zelfs middelen gewoon gaan verliezen. Ook het verhaal van de driftreducerende domme mensen, nog even op attenderen vanaf 2023, dat we dus minstens 75% driftreducerende doppen moeten hebben. Dus, en dus ik denk vanaf 2026 gaan we richting de 90. Dus eigenlijk vandaag al direct al gaan investeren in een 90% driftreducerende dop is zeker de boodschap. Ik heb het hier niet vermeld, die resultaten moeten ergens de lat leggen. Maar we hebben daar nu het afgelopen jaar in de werkgroep onkruidbestrijding mais en verschillende proeven de 90% driftreducerende dop vergeleken met de 50% reducerende dop. En bleek heel duidelijk, die vandaag de minimumvereiste is, hè, dat die 90% dat we in alle proeven eigenlijk dezelfde resultaten hadden. Hè. Dus dezelfde beheersingsresultaat. Ook het verhaal van de kantdop is vandaag de dag ook verplicht geworden. Dus een kantdop die ervoor zorgt dat er dus naar, zeker langs waterelementen, is de inzet daarvan aangewezen. En dus ook naar contaminatie van buurpercelen, iedereen zal begrijpen. Zet daar maar op in, hè. Dus investeer daarin. Het is echt zeer belangrijk. Die 75% refreduceerde doppen laat ook u toe, hè, om natuurlijk een kortere bufferzone te realiseren. Wel, weet u dat bij Frontier Elite, met klassieke techniek, maar ja, we mogen geen klassieke techniek meer toepassen, is het een bufferzone van 20 meter ten opzichte van waterelementen. Hè? Dus, en dus
die we moeten respecteren. Je ziet dat met een 75% reftriducerende dop, dat we dat kunnen beperken tot 5 meter. Met een 90% reftriducerende dop is dat maar 1 meter meer. Hè? Dus en die 1 meter is sowieso al verplicht. Hè? Dus voor iedereen. Hè? Dus aan de rand van uw perceel. Hè? Dus nog een keer herhaling hiervoor dat ik aangaf dat die 90% eigenlijk even goede werking hebben als 50. En dus ik zou zeggen, als we nu toch moeten investeren, ga maar al van eerst een keer voor die 90. Hier zien we dan het verhaal van de bufferstroken nog een keer verduidelijkt. Want natuurlijk, die bufferstroken spelen op verschillende niveaus. Teeltvrije zone, geen fito en geen mest ook. Hè. Dus er is sowieso al belangrijke wetgeving vandaag in Vlaanderen op dat vlak. Hè. Die nu ook wel wat aangescherpt is. Kijk, voor alle waterlopen van de Vlaamse hoofdstructuur, dat lijkt dus de VHA waterlopen. Dus die kun je terugvinden op je verzamelaanvraag en kan je dus perfect gaan zien. En ook in Geoloket Landbouw kan je dus daar naartoe gaan en dus intikken verzamelaanvraag en kan je dus ook dat gaan zien waar die lopen. Hè. Dus die blauwe zijn, dat staat hier niet voor niets in blauw aangegeven en je ziet dat ten opzichte van die waterlopen vandaag de dag al heel duidelijke wetgeving geldt. Hè. 1 meter teeltvrije zone, dat is sowieso. Hè. En 3 meter zone, geen fito, ook geen zaadontsmetting. Hè. Dus ja, men is daar wel vrij streng, maar goed, zwart. Dus, en eigenlijk 5 tot 10 meter mag er eigenlijk vandaag al geen mest meer komen. Hè. Dus geen dierlijke mest en geen kunstmest. Hè. Dus die 10 meter heb je dan in dus vengebieden. Dus helende percelen, hè, dus tegenover waterlopen, maar ook in vengebieden is dat Vlaams Ecologisch Netwerk, hè, is dit vandaag de dag zelfs 10 meter geworden, waar dat er geen mest meer mag komen. In het kader van de kaderrichtlijn water, RBE 1 en 2, hè, dus GLMC, dat staat voor goede landbouw- en milieucondities water, die dus voor met het GLB ook worden geïmplementeerd. Hè. Dus, en de RBE 1 en 2 is, zoals gezegd, kaderrichtlijn water. Dat zijn dan de paarse waterlopen, hè, dus die categorieën. En daar is, dat komt dat grotendeels op hetzelfde neer, is de minimale fytovrije zone 1 meter. Hè. Dus, en goed, dus dan moet je natuurlijk nog altijd, pas op, nog altijd kijken naar uw, dat is hier onder voorbehoud, kan nog verstrengen, laat ons hopen van niet. Maar los van die richtlijnen moet je ook nog ermee rekening houden dat voor bepaalde middelen de bufferzone nog groter kan zijn. Ik denk dat iedereen daar wel van bewust is en dat we dat ook op VitoWeb altijd moeten nakijken, op de verpakking. Maar zeker op VitoWeb altijd checken, als je het niet ziet, direct terugvinden op de verpakking van de middelen. Toch altijd een keer controleren hoe groot die bufferzone moet zijn. Want daarmee kunnen we ook ervoor zorgen dat de contaminatie van het oppervlaktewater vermindert en dat we onze middelen die we vandaag mogen gebruiken, verder kunnen gebruiken. En dan komen we naar die chemische onkruidbestrijding. En hier wordt het wat samengezet. Die verschillende momenten waarop dat we die kunnen voorzien. We hebben ofwel een vooropkomstbehandeling. We hebben of die we kunnen al plaatsen. Dus waar we 100% rekenen op bodemwerking. Dus we kunnen dat zelfs inwerken. De toepassing voor zaai is zelfs ook mogelijk. Je hebt voor opkomst, hè, dus voordat, na het zaaien, voordat de maïs opkomt, dat is voor opkomst. Voor zaai is natuurlijk dat we eventjes, juist voor het zaaien, even gaan spuiten met een middel en gaan inwerken. Zo zijn er niet veel meer hoor. Er zijn maar een beperkt aantal herbiciden, waaronder bijvoorbeeld de Dual Gold, dus de metolachlor, mag je doen. Maar bijvoorbeeld bij de Frontier Elite mag je dat niet doen, wettelijk. Er is geen erkenning voor. Hè. Dus voor, dat gaat soms de efficiëntie nog wat verhogen van het bodemherbicide. Maar ik zeg het, de mogelijkheden zijn daar beperkt. Na opkomst is dat meestal in het 3-4 bladstadium, hier waar mijn cursus hier zo wat beweegt. En, dus, en tot het 4-5 bladstadium, want hier is nogal ver getekend die pijl. Ik zie het liever wat vroeger komen, want dan komen we er straks op terug. En dus dan hebben we
Wat later uiteraard, als die mais te groot is, gaan we hem via die onderbladbespuiting. En dan anderzijds heb je hier dan ook dus de rijenbespuiting, die we ook behandeld hebben in het verhaal met de combinatie met chemie. Je ziet dat, naarmate dat we dan later behandelen, dat uiteindelijk die bladwerking belangrijker wordt. En die bodemwerking die verdwijnt, die moet niet, hè, die moeten we nog altijd ook in de formule garanderen. Vooropkomst is eigenlijk een verhaal van... situaties waar dat we echt met een grote onkruiddruk zitten. Je hebt het net ook gehoord, hè, bij knolcyperus bijvoorbeeld, maar ook bij hierstgrassen is toch wel een goede praktijk om eigenlijk al eigenlijk vooraf een herbicidefilm te zetten op die een bodem. Je ziet dat hier in beeld gebracht met deze figuur. Hè, dus betekent ook dat we best ons, als we dat van plan zijn, bodem mooi egaal leggen. Misschien dan toch wel een voldoende fijnleggende bodem. En dat we zo'n mooie homogeen verhaal hebben, een film die gelijkmatig is. Het vochtgehalte speelt ook een belangrijke rol. Maar goed, dat heb je niet altijd in de hand natuurlijk. Maar zelfs in vrij droge condities geeft het al dikwijls toch wel een voorsprong op de onkruiden die dan nog later komen. Dus je ziet, in functie van de flora gaan we dan gaan voor de middelen die daar zijn opgesomd, gaan ze niet allemaal aflezen. Hè. Dus, maar meestal is het zo dat je op basis daarvan toch ook wel minder herbiciden moet zetten in naopkomst. Dan heb je eigenlijk in naopkomst het verhaal waar we heel duidelijk een paar basisprincipes eventjes moeten delen. En dat is dat we ook nooit mogen vergeten dat dus er twee elementen spelen. De gevoeligheid van onkruid wordt kleiner naarmate dat we later gaan spuiten. En dat het onkruid groter wordt. Omgekeerd wordt de maïs gevoeliger. Dus naarmate dat hem later gespoten wordt, hoe groter de maïs, hoe gevoeliger. En dat is juist omgekeerd als bijvoorbeeld bij bieten, waar we allemaal weten, die meer ontwikkelde bietenplanten gaan inderdaad een minder gevoeligheid tegenover herbicidecombinaties vertonen. Dus ook is het zo, in diezelfde balk hier, in diezelfde weg hier, ziet hier, dat wordt breder. Dan gaat er echt van groen naar rood, dat de dosering ook gaat moeten toenemen naarmate dat we later zijn. Dat gaat betekenen dat het ook ons meer gaat kosten en dat gaat nog minder goed werken ook, want wat krijg je? Je ziet hier in die figuur hierboven, de maïs krijgt meer bladeren, nou, bijvoorbeeld gaan 5-6 bladstadium, dan kom je in een situatie dat je paraplu effect hebt, dat je onkruidbestrijding niet meer onderdoor geraakt en dat er onkruiden ontsnappen, sowieso. Tijden behandelen op klein onkruid, op kleine maïs, is kostbesparend. Dus ik ben eigenlijk altijd meer voorstander van ofwel 2-3 bladstadium in een verhaal van hierstgrassen, ofwel in een klassieke situatie geef ik de voorkeur aan 3-4 blad. Hè. Dus dit is toch wel een streefcijfer. Heel vaak in de praktijk nog 4-5 bladstadium en dan schiet er al iemand een keer door naar 5-6 bladstadium en dan weten we de gevolgen die er net zijn aangehaald. Belangrijk is ook de condities. Hè. We hebben de laatste jaren wel soms een keer heel warm weer ook in de maand mei en als we daar zo zeker een langere periode van droog en warm, dan weten we dat we heel lage relatieve vochtigheid hebben. En dan is het geen goed idee in het warmste van een dag te gaan spuiten. Hè. Dus vandaar dat we dat dan liever naar de ochtend wat brengen. En we zien dat ook met de verandering van uur altijd de zon iets kan achter is. Is het dan, kunnen we vanaf dat die plant wat droog staat, de maïs, kunnen we gaan spuiten. Want niet op een volle vochtige maïsspuit natuurlijk, dat mag niet. Nee, kunnen we gaan behandelen. Zitten we meestal nog in condities dat relatief vochtigheid nog wat hoger is. Ofwel, s'avonds laat kan dat ook. Maar sommige jaren gaat die dauw ook pas laat doorkomen. Dus die verhoging van de relatieve vochtigheid. Dus goed te bekijken. Dus goed. Zo'n meterken aanschaffen die de relatieve vochtigheid meegeeft is ook wel een goed idee. Om dat ook al een beter zicht te kunnen krijgen. Goed, na opkomst hebben we al verhaal over gehad. Kan je ook naar een onderblad verhaal hier gaan. Hè? Dus dat zie je hier afgebeeld, hebben we eigenlijk al besproken. En dat is vooral dan bij knolcyperus, gaagwinde, datura. Hè? Dus doornappel hè, is dit aangewezen om te gaan toepassen. Hè? Dus, want die kiemen soms vrij laat. En we zien dus, goed, in een aantal streken worden door loonwerkers geïnvesteerd. Het gaat traag, hè? Dus zou iets sneller mogen gaan, maar we hopen dat dat zich nog wat meer doorzet, zodat we die moeilijk te bestrijden onkruiden toch een voorsprong gaan krijgen. Met een afwisselen heb ik al duidelijk aangegeven, niet altijd
dezelfde middelen op hetzelfde perceel en dezelfde omstandigheden. Maar goed, sowieso worden we toch ook gedreven richting wat meer vruchtwisseling. Gaat zich dan minder acuut stellen. Maar als we, dus duidelijk, we moeten zorgen dat we hier niet hetzelfde hebben zoals bij in de granen. Doordat landbouwers soms te veel dezelfde middelen ingezet en dat we meer en meer met resistentieverhalen beginnen af te rekenen hebben. Oké, hoe ziet die onkruidbestrijdingsschema er dan eigenlijk uit? Dat moeten we toch nog een keer samen goed bekijken. Dus, daar gaan we voor de fameuze TBA-vrij schema, zonder terbutilazine. Dus we gaan daarvoor, we hebben dat net ook gehoord, dat eigenlijk nog de meeste landbouwers daar bijna op inzetten. Dus we moeten goed weten hoe dat aanpakken. Het is eigenlijk een vierdelige combinatie. Onthoud dat heel goed, vier delen. Dat is eigenlijk niet moeilijk. We hebben enerzijds ons bodemherbicide, die we altijd nodig hebben. Dus vervolgens, en dat kan dan, de middelen staan hier opgesomd. Afhankelijk van de onkruidflora kiezen we daar voor bepaalde middelen. En dus vervolgens ook eventueel de stompen, bijvoorbeeld erbij, als we extra melganzenvoet verwachten, dat dengo komt er dan bij dikwijls in een context van meer hierstgrassen. We gaan dat dan combineren met een bladherbicide en met de triketone die eigenlijk niet mag ontbreken. De triketone kan ofwel zijn de mesotrione, in de meeste gevallen, dus de Lumica Callisto, ofwel de sulcotrione, maar dat is maar meer in, dus in de minderheid van de gevallen de norm, omdat de Callisto toch iets agressiever, iets beter werkt, is de Zeus toch wel wat meer op de achtergrond geraakt. Ofwel hebben we natuurlijk de tembotrione plus isoxadifen ethyl beschermstof, dus de Lodis productnaam. Hebben we altijd nodig in de combinatie. Dus kun je grassen mee vooral bestrijden. En die Lodis is zeker een meerwaarde voor de hierstgrassen. En dan gaan we vooral voor die moeilijke grassen inderdaad. Voor de klassieke hanenpoot, maar ook voor kransnaaldaard, steken we daar dan de Nicosulfuron of de Samson bij. Die mag ook niet ontbreken. Hè. En tenslotte komt daar nog die versterker. Die versterker is er eigenlijk bijgekomen door het wegvallen van die terbutilazine in onze combinaties. Waar we natuurlijk op het verhaal van de veelknopigen en de kamille moeten natuurlijk wat bijpompen. Maar we hebben daar dan ook de mogelijkheid om ook op haagwinden bijvoorbeeld extra te gaan werken. Dus er zijn een aantal middelen met een duidelijke meerwaarde op haagwinden, met de sterke hier aangegeven. Dus de Florasulam fluoroxypyr, dus dat is de kart, de dicamba, de banvel, de kalam, de tritosulfuron dicamba, we hebben ook nog de prosulfuron dicamba, of de prosulfuron ook. Maar goed, prosulfuron enkelvoudig is iets minder in de praktijk. En dus... voor in een context van haagwinden. Knolciperus is het dan vooral, dat hebben we al gehoord. Hè? Dus die onyx, die pyridaat. Hè? Die onyx die sowieso altijd ook wel interessant kan zijn voor nog wat meer versterkende werking te hebben op het geheel. Hè? Maar zeker in de context van knolciperus, die Callisto onyx van daarnet die we aangegeven hebben, die dus die Shana vermeld heeft. Hè? Hier zie je nog meer informatie over dat werkingsspectrum van herbiciden. Het zal ons te lang duren om dat allemaal te gaan overlopen. Het heeft ook weinig zin. Is informatie die jullie fytohandelaar ook wel heeft, hè? Of via bepaalde presentaties die online staan van LCV, wel kunnen eventueel een keer geconsulteerd worden. Maar goed, het is altijd discutabel natuurlijk. Hè? Hoe groener, hoe beter de werking. Maar ja, er is dan altijd discussie. Ja, is dat wel zo groen? Is dat niet? Dat is informatie die ook meer vanuit mensen die er dagelijks in bezig zijn, ook naar voren geschoven wordt. Maar die natuurlijk ook wel belangrijk is, hè? Als we ons geen zoals daarnet gesteld, we vormgeven. Het is belangrijk, hè? Dus we hebben dat daarnet eigenlijk ook al gezegd bij die hierstgras. Je ziet hier nog een keer duidelijk, het is weer een herhaling van daarnet. Zowel voor bodemherbiciden zie je bijvoorbeeld de extra goede, de versterkende werking van een adengo heel duidelijk in beeld, donkergroen op die hierstgrassen, hè? Versus de andere bodemherbiciden. Anderzijds bij de grassenmiddelen zie je duidelijk de meerwaarde van die Lodis nog een keer geïllustreerd. Hè? Dus dat is de keuze van uw herbicide die dus belangrijk is. Hè? Bij de hierstgrassen is het dan nog een keer belangrijk om effectief te behandelen op klein onkruid. Dat hebben we eigenlijk al een paar keer gezegd. Je ziet hier foto's uit 2019, waarbij dat we een vroege behandeling een duidelijk beter resultaat had. En als diezelfde combinatie in het 4-5 bladstadium werd gezet, kwamen ze gewoon te laat zijn. Op klein onkruid, eventueel ook gaan werken met een dubbele behandeling. Dat kan ook 1-2 bladstadium starten, met ook een belangrijk stuk bodemwerking en dan nog een keer corrigeren.
ofwel een vooropkomst, hè, en dan nog een keer terugkeren in naopkomst, ofwel een gesplitste behandeling, 2, 3 en 4, 5, met twee keer het triketonen, maar dan een andere, hè, dus niet dezelfde natuurlijk, want daar hebben we geen erkenning voor. Komen we dan nog bij de hierst, hè, kale hierst, en dus daar zitten we meer met andere formules, we gaan er niet in detail gaan, of voor de naalaar kiezen we dan voor een Samson. Haagwinde. Belangrijk dat je daar de middel die daar vermeld allemaal opgestomd staat, best in je formule gaat steken, in je cocktail gaat steken. En dat je eigenlijk twee keer gaat behandelen. Dat is eigenlijk een beetje de regel. Je zet je algemene, je brede cocktail in het 3-4 bladstadium en je corrigeert nog een keer in het 4-5 bladstadium met een van die middelen hier enkelvoudig dan. Oké, met ook natuurlijk hier dan niet meer de volle dosis als gewoon een stukje. Want pas op, die middelen moet je ook in je combineerde combinatie opnemen bij de eerste bespuiting, want dan staat er al haagwinde boven. Er komt er nog altijd later boven, dat is een thermofiel onkruid, dus je hebt altijd de kieming in verschillende fases. En die late kiemers wil je dan ook nog aanpakken, want als je die laat staan, dan gaan die akker overhokeren. Aardappelopslag is door het VTI van Poperingen ook enkele jaren uitgetest geweest, hè. En daar had men zelfs gewerkt met een systeem waarbij dat er aardappelen uitgeplant werden met fontan, hè, dus om echt voldoende aardappelen te hebben. En daar is duidelijk gebleken, dat is eigenlijk een uitzondering op mijn verhaal van daarnet, dat ik zei, ja, probeer rond het 3-4 bladstadium. Daar is het eigenlijk beter van 4-5, dus iets later te spuiten, omdat die aardappelen dan al wat meer ontwikkelen, meer loof hebben, dat je ook meer productopname gaat hebben. En daar is het belangrijk van, voilà, schema's met Callisto Monsoon Active, dan staat aan een fort tegen, in combinatie met een Frontier Elite, dus dat we die ook hebben. Successor ook, het 4-5 bladstadium. Dat zijn combinaties, dat zijn middelen die je echt moet hebben. Waarbij dat je toch ook al een goede werking hebt. En zeker altijd eigenlijk de Callisto is toch wat meerwaarde, ofwel dan de Monsoon Active. Oké. We komen nog met een nieuwe maatregel in het kader van het IPM, want we komen bij de doornappel. Hè. En toch wel een keer op wijzen, mensen, dat er voor dit jaar doornappel eigenlijk moet bestreden worden. Het geeft een score 2. Hè. Je kent dat bij de beoordeling, doorrichter in het kader van VH-plan, of de toekomst in het kader van IPM, krijgt dat een score 2. Je weet, je moet voor 70% alle maatregelen die score 2 hebben, moet je voor 70% aan voldoen. Hè. Bij score 1 moet je er 100% aan voldoen of het gaat je geld kosten. Hè. Dus doornappel is een heel lastig te bestrijden onkruid. Je ziet dat hier in beeld. Hè. Is een latere kiemer en die gaat zich uitzaaien. Je ziet dat, hè, dus met van die bolsters. En dus zeer toxische onkruiden die absoluut zero tolerantie in de voedingsindustrie, in de groenteverwerkende nijverheid, in de aardappelsector. En dus men wil dat niet in uw akker zien staan en niet mee oogsten. En dus vandaar, doe er alles aan alsjeblieft om dit te bestrijden. En dus je ziet dat wel goed moet opgevolgd worden. En dus die heftigheid en dus... belangrijk dat je daar altijd die triketones, hè? Dus die tembotrione of die mesotrione, Callisto of Laudis, zijn belangrijk dat die er toch in de cocktail zitten. En ook je basisbodemherbiciden mogen dat niet ontbreken. En ja, spijtig genoeg is het zo dat hij soms nog een keer laat kiemt. Je ziet hier heel schoon in beeld. Kijk, de kiemloopstadium ziet er zo uit. Dus oog hebben daarvoor is belangrijk. Hè? En ook later in de zomer. Loop alsjeblieft nog een keer door uw veld, hè, om te kijken of dat er heel late kiemen zijn en verwijder die met handschoenen. Hè, want pas op, niet met blote handen, want je gaat uiteindelijk gifstof daarmee in uw huid opgenomen krijgen. En dus het is geen lachending hoor. Dus, en ook in de ogen enzovoort. Het kan als er iets spat in de ogen enzovoort. En dus een gevaarlijk onkruid. Hè. Dus ook verwijderen van het veld, vernietigen is de boodschap. Hè, of behandelen met een matrehon, doodspuiten. Hè, dus is dan zeker de boodschap. Dus nog een keer door uw veld doorgaan. We komen bij een van de laatste thema's. Hè, en dat is dus de onderzaai van gras en maïs. Hè. Is een techniek die
meer en meer een beetje op de voorgrond komt. In andere landen van Europa zijn er daar al bijna verplichtingen in die richting. Wij zijn nog niet in dat stadium en door bepaalde overheidsinstanties wordt er wel in die richting gekeken. Hè. Dus ja, kunt u het u voorstellen, onderzaaien gras is dan een lange techniek die al lang bestaat, hè, waarbij men eraan denkt van kijk, ja, dat gaat een positief effect hebben, want uiteindelijk gaat daardoor, als de maïs dan geoogst is, gaat dat gras onmiddellijk kunnen de nitraten die nog vrijkomen kan gaan vasthouden in het systeem, zodat ze dat niet uitspoelen. Plus de bodem gaat goed bedekt zijn in de komende winter voor erosie te vermijden. Dus dat klinkt allemaal vrij goed. Hè? Men wil dat milieutechnisch wel in die richting gaan evolueren. Maar natuurlijk zie je onmiddellijk, als je dit gaat doen, dan heb je een verhaal natuurlijk. Je zaait een gras, maar dat gras, ja, die onkruidbestrijding tegen de grassen, dat wordt alweer een iets moeilijker context. Hè? Dus je ziet... We kunnen op verschillende tijdstippen gaan zaaien. We kunnen samen zaaien met het rietzwenkgras. Dus samen met de maïs. Dus kunnen we het rietzwenkgras gaan zaaien. We kunnen iets later dat rietzwenkgras gaan zaaien. Met 1-2 bladstadium. Ofwel kunnen we dus gaan zaaien in het 4-5 bladstadium. En dan kiezen we voor Engels raaigras. Geen te fel concurrerend gras. Rietzwenkgras kiezen we ook bij het begin. Omdat dat eigenlijk heel weinig concurreert. Zaaien we pas in het 8-10 bladstadium. Dan kiezen we eigenlijk al voor Italiaans raaigras. Goed, we hebben daar... je ziet natuurlijk dat hoe vroeger dat je zaait, en zeker als je dan dat gras in de rij van de maïs ook zaait, dus dat je een invloed gaat hebben op de opbrengst. En het rood staat dat hier in deze pijl aangeven. Naarmate dat je later zaait, hoe minder impact op de opbrengst. Hè? Dus je ziet ook de lijn van nitraatresidu. Ja, men verwacht als je pas zaait na de oogst, dat het effect minder is. Dat is ook zo. Hè. Zijn natuurlijk dat je de maïs ook vroeg oogst, vind ik het altijd nog een goede praktijk. Als je eind, zoals vorig jaar, eind augustus waren we al volbak aan het hakselen, konden we eigenlijk gras zaaien en hadden we wel goede omstandigheden om dat gras te zaaien. Als je maar oogst in oktober, ja, dan weet je dat het daar niet veel effect meer gaat hebben. Natuurlijk, hoe vroeger dat je zaait, hè, moet je ook opletten met herbiciden met een grassenwerking, zeker bij bodemherbiciden. Ook het opletten met bodemherbiciden blijft ook later. Hè. Samson is meestal geen goede keuze in de formule. Dus je ziet al, we gaan in de richting van combinaties, minder combinaties die we kunnen gaan inzetten. Hè. Dus zeker bij rietzwenkgras, hier staat het nog een keer samengevat. Samson vermijden, lagere dosering. Ik geef een voorbeeld. Hè, de Frontier Elite, in plaats van een liter gaan we bijvoorbeeld 0,5 tot 0,7. Plus was Stomp Aqua. Callisto is ook lager gedoseerd. Hè. Je ziet hier in deze formules geen Samson staan. Hè, om maar een voorbeeld te geven. En dat kan je dus in het normale 3-4 bladstadium de zaak gaan afwerken. Je ziet hier ook een keer een schoffelmachine voorgesteld. Waarmee we het gras gaan inzaaien. He, dus, en je ziet die plaatjes hier die vermijden dat met een APV, he, dat het gras tussen de maïs en de maïsrij geblazen wordt. He. En een latere inzaai dan betekent wel een moeilijk verhaal, 4-5 bladzijden vind ik een moeilijk, omdat we daar, dan moeten we eigenlijk die chemische onkruidbestrijding al in de 2-3 bladzijden zetten en moeten we eigenlijk zorgen dat er daar 10 dagen tussen is. He, dus dat schuif je automatisch al met die bespuiting wel later op, want anders ga je een invloed hebben, een impact hebben van die chemie, van die chemische onkruidbestrijding op die grasontwikkeling. He, dus ook nog altijd de maïsrij ontzien en dan bijvoorbeeld Engels raaigras doen. We hebben daar ook proeven gedaan op 3 locaties, ook bij rietzwenkgras, afgelopen jaar. Vervolgens kan je ook nog een keer zaaien pas in het 8-9 bladstadium. Dat wordt al krap om daar nog door te rijden en de maïs niet te beschadigen. Geeft wel meer vrijheidsgraden, kunnen dan het 2-3 bladstadium of 3-4 kunnen we dan gaan spuiten. Goed, wij hebben hier zelfs met een systeem gewerkt, een keer met een Focus Plus. U weet, Focus Plus, dat is een herbicide dat je kunt inzetten. Je kunt dat alleen inzetten in maïs die daartegen resistent is. En dus in feite is er maar één bedrijf, dat is JPS, hè, die dus vandaag focusresistente maïs heeft. En we hebben dat verleden jaar ook in proef meegenomen. Hè, dus dat gaf zo wat meer vrijheidsgraden kon ingezet worden. En zeker in de context van als je met serieuze druk zet van hiertgrassen, is dat wel een mogelijkheid. Hè. Maar wij hebben wel afgelopen jaar, wat is het geweest? We hebben nog altijd geen duidelijke verklaring meer. Hadden we toch meer remming op de maïs enzovoort, is dat de specifieke omstandigheden is. En ik denk dat vooral de combinatie is met een dash er nog bij, die een uitvloeier, dat er dat eigenlijk
Tech. Dat was een vrij brede combinatie, is Focus Plus, Dash, Frontier Elite, Callisto, Kalam. En dat we daardoor toch wel wat druk hadden op de mais en met toch een effect op de opbrengst zelfs. Maar goed, het resultaat op de grassen was niet te vet vorig jaar bij die late inzaai, omdat het te droog was. Heel simpel, de meeste locaties. Dit heb ik eigenlijk al wat verteld. Ik kan daar overstappen. En ik kan hier eigenlijk nog een keer de boel een beetje gaan samenvatten. Dus dat de onkruidbestrijding natuurlijk gemakkelijker loopt als je later inzaait. Dat je bodemherbiciden moet vermijden. Dat je inderdaad de dosering moet aanpassen. Dat ook Samson best te vermijden is. En zeker bij hoge onkruiddruk, mensen. Ja. Bij hoge druk van hiestras, bij hoge druk van onkruid, bij Cronociperus is dat eigenlijk gewoon onmogelijk. Dat is ook onze conclusie uit de proef. We komen aan nog een poll in dat verband. Ik weet dat de tijd al een beetje begint op te schuiven, maar hopelijk hebben we nog tijd voor een poll in dat verband. Is er interesse voor de samenzaai of de onderzaai van gras bij mais? Ja, samen met rietzwenk. Of ja, onderzaai met Engelsrijs. Engels of Italiaans, ofwel nee. Hè? Ik ben benieuwd wat deze poll gaat opleveren. Joost, is het goed dat we toch verder gaan met de presentatie? Want we zitten al wat over tijd. We zullen die samen met de vragen nog behandelen. We zijn bijna rond, hoor mensen. We zijn bijna rond. Hè? Ik wijs wel er nog op wijze mensen dat we voor glyfosaat... dus toch wel nieuwe regels hebben sedert het einde van 2022. En het is zeer duidelijk, mensen, raadpleeg uw fytohandelaar, ook op FytoApp, ga dat heel goed na. Het is eigenlijk gedaan met de volle veldstoepassing van glyfosaat. Dat is al een eerste basisprincipe, dus een volledige weide integraal gaan doodspuiten kan je niet meer doen. Je kan dus, en zeker bij die hogere doseringen, van glyfosaat is het alleen nog mogelijk om plexgewijs te gaan werken. Dus de dosering is aangepast. Gelukkig hebben we nog het meest mogelijkheden voor het klassiek product. Dus de generische producten. Daar zijn er nog meer beperkingen. Dus maar de klassieke, gaan ze maar noemen. Monsanto, Bayer Monsanto formulering. Hebben we eigenlijk nog. Maar ook daar is die zijn de mogelijkheden serieus ingeperkt. Ik ben wel de publieke opinie. Algemeen, de wetgever wil niet meer zien dat we dus een volledig beeld krijgen van een volledig oranje veld, doodgespoten. Dus dat is iets dat tot de verleden gaat behoren. En er zijn daar dus duidelijk beperkingen, ook bij het vernietigen van Italiaans bijvoorbeeld, voordat je gaat mais zaaien, maar ook bij weidescheuren zitten we daar met beperkingen. En goed, ik denk dat we daarmee rond zijn. Want we komen nu juist aan Cronociperus en daar zijn we mee gestart. Oké, Joost, dan ga ik ondertussen, als dat goed is, toch wel wat één of twee vragen stellen. Ja. De eerste vraag. Aangekomen? Ja, mag ik dat? De eerste vraag is een beetje tweeledig. Dus twee deelnemers hebben een vraag gesteld in verband met het niet meer kunnen of mogen ploegen, bijvoorbeeld omwille van erosiemaatregelen. En de eerste deel van de vraag is eigenlijk, gezien ploegen de beste resultaten geeft bij herbicidetoepassingen, wat is dan de oplossing voor resistente grassen bij niet-kerende bodembewerking? Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Hè. Dus goed, in een niet-chemische formule kan ik maar één ding zeggen, en dat is voldoende schoffelen, voldoende... dus de mechanische onkruidbestrijding, als je in droge omstandigheden kun je eigenlijk met schoffelen ook wel heel wat doen tegen als dat echt moeilijk te bestrijden onkruiden zijn. Dus oké, heel gerichte formules, maar ik dacht dat de vraag was dat je met echte resistentieproblematiek zit. Dus een goed zetten van een formule, maar als de middelen onvoldoende werken, dan is het alleen nog de mechanische die we dan nog kunnen toepassen. Hè? Veel alternatieven gaan we dan niet hebben, denk ik. Of heb ik de vraag niet goed begrepen? Jawel, ik denk het wel. Maar dan is er nog een andere landbouwer die zich afvraagt, hoe zit dat dan met de gewasresten en mechanische onkruidbestrijding? Is dat niet lastig, hè, als je niet kerend werkt? Zijn daar ervaringen mee? Gewasresten en mechanische onkruidbestrijding. Inderdaad, dat is een goede vraag. Inderdaad, als je in een niet-kerend verhaal hebt, natuurlijk die stoppels.
die nogal wat hinderend kunnen werken, inderdaad. Hè. Dus ik heb daar zelf geen proefervaring mee, maar ik kan me rustig voorstellen. Daar goed, denk dat dan belangrijk is dat die schijven, like bijvoorbeeld bij een schoffel dan, dat je natuurlijk die stoppels bijvoorbeeld, of resten daarvan, niet meesleurt naar die rij toe. Of dat je dan toch goed die beschermplaten instelt, maar dan denk ik dat dat niet veel kwaad kan. Die schoffel, dat zal wel passeren, maar natuurlijk, het kan ophopen. Hè. Het kan inderdaad ophopen als er te veel zijn. Hè. Dat gaat natuurlijk ook weer de vooruitgang, de snelheid van werken benadelen. En dan is er nog één laatste vraagje, en ik weet niet of je daar een antwoord op weet, maar er is iemand die opmerkt, haagwinden wordt precies ook sterk geremd door Adengo in vooropkomst. Klopt deze ervaring? Ik kan dat niet bevestigen. Ja, ik ga dat niet bevestigen, ik ga er niet over uitspreken, ik heb daar zelf niet die ervaring. Goed. Ik dacht ook dat ik het niet als dusdanig vermeld had. Ik keer er een keer naar terug naar die dingen. Dus ik weet het niet. Dat ga je moeten intern een keer bij de fytohandelaar of bij de mensen van Bayer Crop Science een keer polsen. Maar ik heb zelf die ervaring uit eigen proeven. Nee. Ja, ja. Dus zoals Gert al heeft gezegd, ik ben Shana Klaaks van PVL en Bocholt. Wij werken al meerdere jaren rond knolciperus. En aangezien knolciperus, als je daar een voordracht over moet geven, is altijd een beetje moeilijk van welk publiek heb je voor u, aangezien de ene die heeft al een heel andere voorkennis of ervaring met onkruid als de andere. Maar ik ga toch een beetje proberen interessant te houden voor iedereen. En als er vragen zijn, mogen ze die gerust gesteld worden. Dus knolciperus, dat is een beetje het ambetant kind van voedergewassen. Het is het invasieve schijngras. Hè. Het lijkt op gras, maar dat is het niet. Het is eigenlijk het gras wat dan nog overblijft na een standaard maïsbehandeling, aangezien de meeste maïsschema's geen werking hebben op knolciperus, is dat het enige wat er nog achterblijft een paar weken na de behandeling. Iedereen kent het wel van in de IPM-wetgeving. Je mocht het niet op wortelbol en knolgewassen zetten. Besmet perceel als laatste behandelen. En zo waren er nog allemaal regels. Maar daar werd eigenlijk niet echt actief op gecontroleerd. Dat was eigenlijk een beetje de verantwoordelijkheid van de landbouwer die zich dat voor zichzelf moest nemen. Maar dat gaat nu veranderen. Knolciperus is opgenomen in de conditionaliteiten van het GLB. Je hoort al GLB, hè? Dus hetgeen wat ik nu ga zeggen is onder voorbehoud, totdat dat GLB eindelijk eens een keer goedgekeurd geraakt. Dus voorheen zat het dus onder IPM. Ieder was er zelf voor verantwoordelijk. En er wordt eigenlijk niet naar gekeken of niet naar gecontroleerd of dat je aan die regels voldoet. Nu gaat het waarschijnlijk in de conditionaliteiten staan. Dus er gaat wel effectief naar gekeken gaan of dat je aan de regels voldoet. Dus er is een verbod op het gebruik van wortelbol en knolgewassen in besmette percelen. Hè. Zoals je hier rechts op de foto ziet. Aardappelen in knolciperus. Dat gaat eigenlijk actief gestraft worden door het verminderen van uw premies. Hè. Als ze dermate toestanden zien in het veld dit jaar, gaat je nog gewaarschuwd worden. Vanaf volgend jaar gaan er effectief sancties komen en gaan ze dus eigenlijk aan uw premies. Wanneer is het perceel besmet? Vanaf 10 vierkante meter. Maar in mijn beleving, 10 vierkante meter, dat is 5 meter op 2 meter, voor het simpel te zeggen. In mijn beleving, als je knolciperus besmetting op je perceel hebt, is die al snel groter dan 10 vierkante meter. Dit is eigenlijk een beetje een samenvatting van wat we eigenlijk ondertussen al weten van aanpak van knolciperus, wat we eigenlijk hebben geleerd doorheen de verschillende jaren. Hetgeen wat we eigenlijk elke keer kunnen zeggen is uitputting werkt. Hè. Zijt er mee bezig? Hou het in je hoofd, sta ermee op en ga ermee slapen. Dan zit je wel effectief aan het werk. En dan zit je wel effectief aan het terugdringen die knollenbank wat dan op je perceel aanwezig is. We hebben ervaring in de chemische bestrijding en in de mechanische bestrijding ondertussen ook.
Chemische bestrijding, iedereen kent hem daar eigenlijk een beetje het meeste van. Wat hebben we daar ook altijd gezien? Bovengronds goed resultaat is niet zozeer een ondergronds goed resultaat. Hè? Al had je heel jaar je best gedaan, zie je er allemaal dooi plantjes of geen planten meer bovengronds staan. Dat betekent niet dat je probleem verdwenen is. Hè? Onder de grond, daar kunnen nog altijd knollen aanwezig zijn. Zeker als je zegt, ik zit met een groeiend knollenpakket onder de grond. Soms zelfs tot 3000 knollen per vierkante meter. Ja, dat je daar niet in één jaar vanaf geraakt, dat lijkt me vrij normaal. 3000 knollen per vierkante meter bijvoorbeeld, die gaan niet allemaal in één jaar kiemen, al voor simpel te zeggen. Dus, al ziet het er goed uit, de ondergrond die kan vrij hard bedriegen. Genotype afhankelijk, hè? Binnen Knolsuperus hebben we verschillende genetica. Die zien er op zich van de buitenkant wel vrij gelijkaardig uit. Maar die hebben toch andere genetische eigenschappen, waardoor dat de ene beter tegen bepaalde chemische stof kan dan bijvoorbeeld een andere. Dat betekent dus ook dat de Knolsuperus op mijn perceel beter of slechter doodgaat van een chemische behandeling dan bijvoorbeeld de Knolsuperus op het perceel van mijn buurman. Dat heeft niks te maken met uw loonwerker, met het weer, met uw adviseur. Dat is gewoon de pech wat jij hebt, dat jij eigenlijk een moeilijk te bestrijden kloon op je perceel hebt. Daar kun je niks aan doen. Effectieve moederknoldoding is moeilijk, zeker bij een hoge druk. Ik heb al gezegd, zitten we daar met heel veel planten per vierkante meter. Alle planten moeten nog wel behandeld kunnen worden. Staat er een gigantisch pakket aan Knolsuperus, ja, dan weet jij ook dat dat moeilijk is voor daar een goede werking op te krijgen. Hè. Zit jij dus met heel hoge drukken, gaat je je druk eerst een beetje moeten normaliseren door een vooropkomst of een voorzaaitoepassing voor je teelt. Hè. Gert heeft het daar zelfs ook al aangehaald. Dat komt hier ook echt in terug en dan gaat in mijn verhaal nog 5 keer terugkomen. Eigenlijk zit je met Knolsuperus, is het sowieso is het eigenlijk het beste idee voor een vooropkomst of een voorzaai te gaan zetten. Uitvloeiers zijn een goede koop en versterking van de bovengrondse werking. We weten Knolsuperus bestrijden binnen het wettelijk kader dat gaat. Maar een uitvloeier type Actirop of type Typo of Trend of iets gemakkelijk, dat is eigenlijk financieel heel interessant. Dat zit tussen de 5 en de 10 euro per liter. En dat geeft eigenlijk een beetje die snellere werking, een beetje die boostige werking die we toch eigenlijk wel nodig hebben. Zeker als je weer met een grote Knolsuperus pakket op je perceel aanwezig zit. Weersinvloeden hebben soms een grotere variabele dan de dosis. Hè? Als ik dit lees, moet ik altijd terugdenken aan teeltjaar 2021. Dus niet laatste jaren, maar het jaar daarvoor. Was het voorjaar heel nat, heel koud, enorm slecht. Die maïs die stond er maar een beetje bij te kwijnen. Die Knolsuperus die stond er enorm slecht op. Ik heb daar heel veel chemie op dat perceel gespoten. Ik heb heel dure schema's op dat perceel gespoten. Die Knolsuperus, die stond daar gewoon. Die had geen... Ik ben daar geen fotosynthese, dus die nam geen chemische stoffen op. Die stond daar gewoon. Die deed niks. Het weer sloeg om. Het weer werd beter. En hij groeide eigenlijk op een week door zijn chemie heen. Dus die is nooit niet doodgegaan geweest. Terwijl ik daar toch schema's van gemakkelijk 250 euro per hectare op heb gegooid. En die Knolsuperus ging niet dood. Ik ben daar geëindigd met een pakket Knolsuperus van een halve meter. Dus een enorme toename van Knolsuperus op mijn perceel. Kan ik daar iets aan doen? Kan mijn loonwerker er iets aan doen? Kan mijn adviseur er iets aan doen? Nee. Dat is gewoon de gigantische pech dat het zo slecht was. Die plant die wou niks opnemen, kan er niks aan doen. Verder hebben we ook ervaring met mechanische werken. Hè. Mechanisch, we zitten dan vooral met de schoffel, want Knolsuperus kun je niet wiedeggen. Voor te wiedeggen heb je je witte draadstadium nodig. Knolsuperus, dat komt uit een knolletje met nogal een vrij stugge wortel, zal ik zeggen. Dat kun je niet wiedeggen. Dat is veel te hard, veel te stug voor te wiedeggen. Kun je dus eigenlijk alleen maar schoffelen. Dus
Als je alleen maar kunt schoffelen, is een bandbespuiting eigenlijk onmisbaar. Zegt je, ik ga schoffelen, heb je een heel goede moederknoldoding. Dat is eigenlijk relatief efficiënt, want je hebt je plantje op je knolletje, dat schoffelt je vandaag over, bij wijze van, morgen moet die plant terug beginnen met energie uit dat knolletje te halen. Zegt je, ik ga daar vandaag een chemische stof op spuiten, dat duurt 2-3 weken eerdat dat plantje dood is. En na 2-3 weken moet dat knolletje weer energie beginnen naar boven te tanken. Dus eigenlijk kun je mechanisch, omdat dat veel sneller werkt, dat is overgesneden en hij moet terug opnieuw beginnen, kun je mechanisch, theoretisch, vaker je knolsuperus uitputten. Je basale knol is moeilijker aan te pakken, daar bedoel ik eigenlijk mee. Hè. Ik heb al gezegd, dat worteltje van mijn knolsuperus plantje, dat is vrij stug. En zeker als het dan een beetje vochtiger weer is, dan snijdt dat niet zo gemakkelijk over. Dan gaat je ook veel gemakkelijker verslepen. Dus het moet wel echt dat droog weer zijn, dat je heel goed die snijwerking kunt hebben van je schoffel. Want anders is het risico op versleping ook weer veel groter. Hè? Minder genotype afhankelijk. Op zich, mijn knolsuperus, als de knolsuperus van mijn buurman, met een schoffel wordt dat gewoon overgesneden en maakt dat niet uit. Is dat moeilijk? Is dat makkelijk? Welke genetica heeft dat ding? Maakt dat op zich allemaal weinig uit. Hè, wees afhankelijk, dat heeft Gert ook aangehaald en ik daarnet ook. Ga je schoffelen? Wil je iets mechanisch doen? Is het te nat, heb je een probleem. Hè? Is het te nat, ja, dan moeten we bijna wel echt grijpen naar die chemische bestrijding. Welke alternatieve methodes zijn er? Ja goed, we hebben binnen de Vlaio ook al, binnen het Vlaio-project, verschillende onderzoeken gedaan. Het moeilijke bij knolsuperus is, die plant die lijkt ons altijd veel, veel slimmer af te zijn. En hij doet het ook altijd veel gemakkelijker op bepaalde percelen en in bepaalde omstandigheden. Dus alternatieve methoden buiten het mechanische, buiten het chemische, die worden nog onderzocht, maar dat is geen gemakkelijk te bewandelen piste. Hier zie je de foto rechts, zie je eigenlijk heel duidelijk, alleen daar hoefde je niet slim of verstandig voor te zijn, je ziet heel duidelijk die band in het midden, waar dat mijn vooropkomst, toepassing, frontier had gelegen. Dus dat was het jaar 2021, dat was toen een vochtig voorjaar. Heeft mijn vooropkomst en mijn voorzaaibehandelingen perfect gewerkt. Zelfs van het jaar, hè, 2022, was het voorjaar veel droger. Heeft die vooropkomst en die voorzaai ook nog deftig gewerkt. Dus het geeft wel echt, alsjeblieft, zit je met een knolsuperus probleem, zet je vooropkomst of een voorzaai, heb je grote drukken, je kunt er echt niet zonder. Dit is eigenlijk een grafiekje van ons proefperceel, hoe dat wij dat eigenlijk hebben ervaren. Hè. Wij op ons proefperceel, wij nemen stalen, wij tellen de knollen in die grondstalen en we kijken hoe goed zijn we bezig. Hè. We zijn in 2019 begonnen, in 2022 zijn we geëindigd. Hè. 2019 zijn we dus begonnen. 2019 was een goed bestrijdingsjaar, want we zien voor de proef in 2020 zijn al mijn lijntjes gezakt. We hebben dus overal minder knollen aanwezig in de grond. Perfect. 2020, dat was ook een goed bestrijdingsjaar, want we zien voor proef 2021... We zien weer minder knollen in de grond. Perfect. Hè? Dus 2019, 2020, goede bestrijdingsjaren, want we zitten al maar met veel lagere knollenhoeveelheden in de grond. Maar, ik heb het daarnet al een keer gezegd, hè? 2021 is een moeilijk jaar, nat jaar, slecht jaar. Geen doding van mijn knolsuperus gehad. Toch zeker chemisch niet. Daar stond nog een gigantisch pakket knolsuperus in september. Dus heel veel knolzetting geweest. Dus we hebben weer eigenlijk hetgeen wat we de voorgaande 2 jaren mooi zijn achteruit geboerd, hebben we in 1 jaar eigenlijk weer terug naar boven geholpen. We hebben dus weer een enorme knolaanzet gehad
tijdens seizoen 2021. Konden we daar iets aan doen? Nee, dat waren weersinvloeden. Ik heb daar enorm veel geld tegen gegooid. Kon daar niks aan doen. Dan, 2022 was weer een goed jaar. We zijn weer gezakt in ons knolaantal. Dat was eigenlijk op zich het probleem niet. Als ik nu zo naar die drie lijnen kijk, hè, de grijze, de blauwe en de oranje, voor mij persoonlijk vind ik de oranje de leukste. Hè? Die gaat in 2019-2020 mooi omlaag. Maar hetgeen wat ik het belangrijkste vind, is als het in een keer tegenvalt, hè, in 2021, dan gaat die maar een heel klein beetje omhoog. Dus hij doet het goed in de goede jaren. Hij doet het vooral het minst slecht in een slecht jaar. Hè? Hij gaat maar een heel klein beetje omhoog als het een keer tegenvalt. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de blauwe lijn. De blauwe lijn, dat is enkel een dubbele naopkomst. Dus zonder vooropkomst of voorzaai. Het valt één jaar tegen en je zit eigenlijk hoger dan het niveau hoe dat je in 2019 mee bent begonnen. En dan, allee, de beste, voor, als ik hier naar kijk, voor mij is de beste verzekering mijn voorzaaitoepassing gevolgd met een dubbele naopkomst. Het is goed in de goede jaren en minimaal slecht in een slecht jaar. We zitten ook nog in een onderzoek, in een Vlaio-onderzoek rond knolsiperus. Dat is eigenlijk een heel groot wetenschappelijk onderzoek waar dat alle onderzoeksinstanties van heel Vlaanderen in zijn betrokken. Hè. Over heel Vlaanderen hebben wij een 50 proefperceel wat dat wij opvolgen. Hè, in het voorjaar en najaar stalen gaan nemen voor te kijken hè, hoe gaat dat hier nu in zijn gang met mijn knollenreserves. Ik ben de verantwoordelijke voor Limburg. Dat is dat kolommetje eigenlijk vrij links in die grafiekjes. En als je zo kijkt, zien we bijvoorbeeld in Kinro, ja, daar hebben we een perceel dat we tegen de 3000 knollen, levende knollen, per vierkante meter zitten. Als je dan zegt, hè, 3000 levende knollen per vierkante meter, en dat je die knollenbank hebt uitgeput, zit je niet 1 jaar bezig, zit je niet 5 jaar bezig, maar ik vrees dat je tegen de 10 jaar bezig zit. Hè. 3000 per vierkante meter, dat is wat. Verder zie je ook hè, regio Limburg aan Antwerpen, hè, de typische zandstreken zal ik het noemen, waar dat we al jaren van zeggen, daar zitten de knolsiperus. Maar eigenlijk, als je dan vooral kijkt, hetgene wat me echt wel verbaasde, waren de vele oproepen vanuit Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Daar is het toch ook nog een heel fel aanwezig probleem. En het geeft toch ook maar weer een beetje aan dat het niet... Allee, het is echt niet meer alleen het probleem van de zand, hoor. Deze grafiek, die spreekt dat goed tegen. Dus degene wat dat nog in zijn hoofd heeft, ik vrees dat ik u uit die illusie ga moeten prikken. Het zit ondertussen overal dat je tegenkomt. Dit is ook weer een beetje hetgene wat ik daar straks al zei. Hè. De knolsiperus op mijn perceel kan een andere knolsiperus zijn op perceel van mijn buurman. En kan dus ook anders gaan reageren dan het perceel van mijn buurman. Hè. Als we zo'n beetje naar die kaart kijken, dan zien we bijvoorbeeld dat ze in een onderzoek aan de UGent eigenlijk kunnen hebben zien dat er in hun onderzoek 3 grote clusters van ik zal zeggen, knolsiperus genetica gevonden werden. Hè. De blauwe, die werden eigenlijk vooral gevonden in de regio Limburg. Hè, de blauwe, we kennen die eigenlijk als een vrij kleinknollige kloon eigenlijk, hè, die vrij weinig bloeiwijzes heeft en ook weinig tot geen zaden vormt. Terwijl eigenlijk de groene kloon, hè, die is veel meer aanwezig over heel Vlaanderen. En als je kijkt bij de groene kloon, die maakt heel veel bloeiwijzes, dus die maakt heel veel bloemetjes en ook heel veel zaden. En als ik ergens lees dat iets zich via zaad verspreidt, dan weet je via zaad, dat is een geslachtelijke vermeerdering. Hè? Een zaadje heeft een mama en een papa, dat is echt een kindje, zal ik zeggen. En de kinderen die zijn altijd beter als de ouders. Dus de vorming van zaad, dat is eigenlijk een beetje een veredelingsprocedure
binnen de knol superis in deze geval. En als ik dan kijk dat het overgrote deel van de gevonden knol superis in Vlaanderen, zal ik het noemen, heel goed is in het vormen van zaden, dus eigenlijk heel goed is in het veredelen van zichzelf, krijg ik daar toch een beetje bang van. Knol superis is al een moeilijk probleem. Hij veredelt zich alleen nog maar harder. Dus het probleem gaat qua genetica zeker niet beter gaan. Ook niet in de toekomst. Een groot onderschat probleem deze. Hetgene wat we hier zien zijn eigenlijk de effecten van chemische schema's op knolsuperis zaailingen. Dus plantjes komende uit zaad. Je ziet dat de meeste schema's daar wel vrij goed op werken. En dat is ook eigenlijk niet zo onlogisch. Hè? Ik heb daarnet gezegd, zaailingen zijn de geslachtelijke kindjes. Hè? Dus dat is eigenlijk de veredeling van de knol superis. Maar een zaadje, dat heeft geen reserve-energie. Hè? Een zaadje, gaat je dat één keer bespuiten, gaat je dat één keer schoffelen, dat heeft geen knolletje voor terug energie uit te halen. Dus een zaadje, als dat terechtkomt in een landbouwperceel, is het vrij aannemelijk dat daar, wel een keer wordt gespoten of een keer wordt geschoffeld. Dus naar alle waarschijnlijkheid gaat dat daar dood. Maar dat is anders voor bloemen en zaden, die wat dat in de wegberm of in ergens een teeltvrije zone of eender was staan, die vallen daar op de grond. En ja, dat wordt niet een keer gespoten of is geschoffeld of is eender wat. Dus daar hebben die wel een kans tot groeien, tot vormen van een knolletje en van zichzelf verder veredelen. Dus in dat opzicht is het zaaien enerzijds heel gevaarlijk naar veredeling van genetica en anderzijds ook wel een beetje gevaarlijk van, ja goed, hoe zit het met mijn teeltvrije zones, met mijn bufferstroken of mijn wegbermen en zo verder? Want daar, dat zijn wel eigenlijk mogelijke plaatsen waar dat hem zich fel kan gaan uitzetten met zijn betere genetica. We komen zo'n beetje ongeveer rond het besluit van mijn verhaal. Hè. Ik heb het zo'n beetje geformuleerd. Wilde jij knol superis gericht gaan aanpakken? Wat kun jij gaan doen voor de zaai? Voor de zaai zit jij met een hoge druk, gelijk je hier op een foto ziet. Hè. Dat is op ons proefveld. Kun je aan mij wel praten van een hoge druk? Ik heb het al 5 keer gezegd. Ik ga het nog een 6e keer zeggen. Kom met een voorzaaitoepassing als je met een hoge druk op een knolsuperis perceel zit. Hè? Dual gold is erkend voor de zaai. Dat is geen enkel probleem. Je ziet dat daar staan weer onder de lijn. Dat is een foto van 2022. We zaten met het droog voorjaar, maar je ziet ook, zelfs in het droog voorjaar, je voorzaaitoepassing haalt je er nadeloos uit. Dat is de beste verzekering als je met een knol superis probleem zit. Alsjeblieft, ik ga het een 7e keer herhalen. Zit je met knol superis, denk alsjeblieft aan je voorzaai. Zeg je, ik wil het niet chemisch aanpakken, ik wil het mechanisch aanpakken. Kun je kijken naar een vals zaaibed. Dan zie je zo'n beetje rechts op die foto. Wij hebben bij ons in de proef 3 keer een vals zaaibed aangelegd met onze schoffelmachine. Hè. Dus knol superis komt op, wij schoffelen die af, die komt op, wij schoffelen die af, die komt terug op, wij schoffelen die terug af. En dan pas gaan wij maïs planten. Dat betekent dus eigenlijk dat wij onze maïs veel later gaan planten dan eind april, dat de andere maïs op het perceel is geplant. Dat kost wagens en opbrengst, daar gaan we niet moeilijk over doen, dat is normaal. Maar ik heb eigenlijk al 3 keer een uitputting gehad, nog voordat mijn maïs erin zit. En als we kijken naar percentage werking op ondergronds, hè, dus dat we echt knolletjes terug gaan uitgraven en gaan tellen hoe het dat gewerkt, zien we eigenlijk dat de aanleg van een vals zaaibed, 3 keer een vals zaaibed, gevolgd door de mechanische bestrijding van knolsuperis in procenten gelijkaardig scoort als een voorzaaitoepassing
met een dubbele naopkomst. Maar je bent er wel veel vaker dat jij je mechanische behandelingen moet gaan herhalen. En versleping, hè, elke keer als jij in je grond gaat, heb je een risico op versleping. Dat is in deze proef ook wel niet meegeteld. En vals zaaibed, ook de opmerking wat ik altijd krijg, ja, je zit je vocht uit je grond te werken. Daarom proberen wij ook altijd met onze schoffel te werk te gaan. Hè. Je zit maar 2 centimeter in de grond. 2 centimeter, daar ga je je vocht niet uithalen, of allez, ga je je vocht niet extra uit verliezen. Toch zeker niet op onze droge zandbodems, wat we sowieso bij ons al hebben. Na de zaai, wat kun jij na je zaai gaan doen? Hè? Ga je het chemisch aanpakken? Denk aan de vooropkomstbehandeling. Als je nog geen voorzaai hebt gezet, vooropkomst, dat kan met de frontier. Die is erkend voor vooropkomst. En meestal wordt die dan gevolgd door een dubbele naopkomst, hè, gebaseerd op je mesotrione met je piridaat. Eventueel aangevuld met een beetje olie. Hè. Olie, zoals ik daar straks al zei, vrij goede koop. En je kunt eigenlijk, zoals je op de foto ziet, een goede bestrijding verkrijgen. En hetgeen wat we van het jaar ook enorm goed hebben gezien, dat is eigenlijk een extra goed effect door een extra toevoeging van successor bij die mix van mesotrione, piridaat en olie. Hè. Dat is het schema wat je hier links op de foto ziet. 0,75 mesotrione, 0,8 onyx, 1 liter olie en 1,5 successor. Je ziet ook, dat schema is enorm snel. Alle planten waren perfect bestreden. Dat schema ligt al 2-3 jaar aan bij ons in proef, maar dat is het eerste jaar dat het zo snel is en zo duidelijk is wat dat, die successor eigenlijk als versterking bijbrengt. Het is dus wel degelijk een jaareffect wat we hier zien, want andere jaren hebben we dat niet, toch zeker niet zo uitgesproken gezien. Maar dat schema was van het jaar niet 3 dagen sneller als zijn collega's, maar ruim een week. Het was zeer frappant voor te zien. Verder, hè, nadien, je kunt zien, je hebt het perceel zo gelijk nu, maar die knollen in de grond die gaan ook terug kiemen. Hè. Zoals ik al zei, je zit met een knollenbank. Daar gaan terug kiemingen naar boven komen, die achteraf dan weer behandeld moeten worden. Met liefst een onderbladbespuiting is het dan niet dan de tweede keer ook gewoon regulier. Ik heb het ook gezegd, Knolcyperus heeft minstens 2 behandelingen nodig. Specifiek voor Knolcyperus, maar op uw perceel staat meestal niet alleen Knolcyperus, maar ook nog wel wat andere onkruiden. En dan wordt het soms wel een beetje moeilijk, uw combinaties, zeker als je zegt Knolcyperus, moeilijke grassen. Hè? Knolcyperus, je moet een beetje blad hebben voor te raken, moeilijke grassen. Je moet zeker niet te veel blad hebben of je raakt hem niet meer kwijt. Dus dat is niet altijd gemakkelijk. Hè? Gaan kijken en dan pas beslissen wat je gaat doen, is in deze geval wel echt de boodschap. Zegt je, ik wil mechanisch aan de gang, hè? Daar heb je ook ervaring mee. Zoals ik al zei, Knolcyperus, je kunt dat niet wiedeggen, dus je moet dat met een rijenbespuiting gaan aanpakken en gaan schoffelen. Schoffelen tussen de rijen, dat is eigenlijk werkt perfect, zeker in je droge jaren. Maar moet het er ook bij zetten, je risico op versleping. Hè? Je mag je machine zo fancy, zo mooi, zo geweldig afstellen als je wilt. Je zit in je grond te roeren, meermaals per jaar. Want je gaat toch zeker een keer of 3-4 minimum moeten gaan schoffelen voor je Knolcyperus. Dus je zit 3 keer, heb je een risico op versleping. Of je het nu goed of slecht afstelt, dat risico wordt iets minder of groter. Maar je zit er bijna zeker van zijn dat je je probleem versleept in de ruimte. Dat is moeilijk af te wegen ten opzichte van de voordelen of de nadelen tussen de bepaalde objecten. Want dat kun je bijna niet kwantificeren in een getal. Hoe groot mag of moet je versleping zijn? In ieder geval is ze 100% ongewenst. Dan krijg ik ook altijd zo'n beetje de vraag, hè, na de oogst, wat kan ik gaan doen?
En zeker met van het jaar dat de maïs zo vroeg van het veld is gegaan en we zo'n lange nazomer eigenlijk nog gehad hebben, pak een schub, ga alsjeblieft kijken op je perceel, schub die plant uit en kijk of dat die al knolletjes heeft aan zijn worteltjes. Hè? Heb die al knolletjes, dan is er een cyclus rond. Dan is het in theorie eigenlijk niet meer rendabel om nog een behandeling te gaan doen, want hij heeft zijn vermeerderingscyclus is gedaan, dus hij gaat sowieso afsterven. Hangen daar nog geen knolletjes aan, en dat was wel heel vaak het geval deze najaar, moet jij zeker nog oplettend zijn dat je die planten wegwerkt. Hè? Want stel je voor, je hebt je heel jaar gigantisch je best gedaan voor die knolsterperische bestrijding. En in het najaar, als de maïs of weet ik veel welke teelt eraf is, daar blijven nog planten achter. Zeker met het korter worden van de dagen, kunnen die planten op 2 weken nieuwe knollen gaan maken. En ik kan u zeggen, 2 weken, dat is niet lang. Hè? Dat zijn 14 dagen. Hè? Dus alsjeblieft, na uw teelt, ga kijken. Laat dat niet 14 dagen liggen. Want hij maakt knollen en eigenlijk uw moeite van de zomer is eigenlijk allemaal voor niks geweest. Zegt je, ik ga dat chemisch aanpakken, moeten we een beetje opletten met glyfosaat. Hè? Gert heeft het daar straks gezegd met die nieuwe regels. Maar ook los van die nieuwe regels, is glyfosaat eigenlijk een stof die nogal veel verschillen heeft in de genetica. Hè? Bij mij gaat die misschien goed werken, bij mijn gebuur iets minder. En hij heeft ook het hormesis-effect. Hè? Ook het effect als dat de glyfosaat niet goed werkt op mijn kloon, dat mijn knolsuperus daarop gaat reageren door nieuwe, hè, extra dochterknollen, extra kinderen eigenlijk af te zetten. Dus zegt je, ik heb een glyfosaatbehandeling in het najaar gedaan op mijn knolsuperus en mijn knolsuperus blijkt niet gevoelig te zijn door zijn genetica, heb je ook weer het omgekeerde effect. Hè? Heb je weer meer zetting van dochterknollen. Dus pas daar ook een beetje goed mee op. Voor de rest onderzoeken we ook nog wel een beetje alternatieve zaken. Hè? Zoals onder andere de elektrocutie. Elektrocutie is eigenlijk het idee, hè, van je gaat je bovengrondse delen van je plant gaat je een hoge hoop stroom opzetten. En de stroom die volgt de sap van de wortels tot aan het knolletje en mijn knolletje gaat poffen. Zo kunt je eigenlijk, dat is een theorie waarin dat we elektrocutie hebben toegepast. We hebben dat op 2 manieren toegepast, met de machine, hè, met de Zasso en met de Rootwave. Dat is eigenlijk, ja, ik zal zeggen, elektrocutie met een stok. Eigenlijk kunnen we die twee eigenlijk een beetje gelijkaardig bekijken, want ze hadden eigenlijk geen effecten of heel weinig effecten op de moederknol. Dus de theorie van, hè, het volgt de sapstroom naar de moederknol, die ging niet op. Niet in droge omstandigheden, niet in natte omstandigheden. Dus je hebt het enige wat je elektrocutie heeft, is eigenlijk de bovengrondse afdoding van het aanwezige plantje. Je gaat dus wel degelijk een uitputting krijgen zonder chemie en zonder risico op versleping, want je zit niet in de grond. Hè. Dat loopt eigenlijk maar over mijn plantje, die lamellen. Alleen, het is enorm duur in vergelijking met bijvoorbeeld een schoffel of iets anders. Het ding moet heel traag rijden, daar wordt heel veel energie in gestoken en voorlopig is dat nog niet te betalen. Op zich, het is, we willen de techniek zeker niet afschrijven, want we hebben niet meer veel alternatieve technieken niet meer in de doos. Maar het is nog geen ei van Columbus waarmee dat we ons knolsuperusprobleem gaan oplossen. Met deze dia wil ik eigenlijk mijn verhaal eindigen. Hè. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Ik heb in het begin van mijn presentatie ook gezegd, heb jij een knolsuperusprobleem? Zit er mee bezig? Werk eraan en dan gaat je echt wel, dan raak je er echt wel vanaf hoor. Ik heb gehoord evenveel succesverhalen als miserieverhalen. Als je wacht totdat je een perceel hebt, à la proefperceel,
dan, allee, goed, met alle respect, maar dan kom je er inderdaad nooit meer vanaf. Zulke percelen, daar maak je alleen maar de onderzoekers blij mee, want wij hebben een heel schoon perceel voor proeven op te doen. Maar daar maak je je eigen niet blij mee en de sector ook niet. Dus alsjeblieft, ga kijken, pak een schub. Een schub is het geval van Knolse Perus eigenlijk de gemakkelijkste en de goedkoopste zaak voor een behandeling voor op te starten. En hiermee wil ik eigenlijk mijn verhaal beëindigen. Normaal gezien wordt er nu nog een poll gelanceerd, dacht ik.